Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Het is tijd voor de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Echte Jan, Jan Roos. Ja, ja, welkom bij Echte Jan, de radioshow voor mensen die even geen zin hebben in staatspropaganda. Politiek totaal niet correct. Geen heiligheid blijft heilig en vooral niet links. En dat is verdomme ook wat in Nederland. Mijn naam is Jan Roos en ik ben de enige, echt enige, echt enige, 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 echte Jan. Overigens, mooie reclame hoorden we net. Kunnen we die nog één keer horen, Pierre? Oh, dat kan niet. Dat straks, maar die wil ik wel heel vaak horen. We zijn namelijk genomineerd voor de Podcast Awards bij BNR Nieuwsradio. Podcast Awards, dames en heren, jongens en meisjes. Echt die andere radioshow. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Ja, breng je stem uit via podcastawards.nl. Ja, dat dus. Doe dat dan gewoon eventjes. En doe trouwens ook even een kleine donatie op janroos.backme.org. Ja, op deze wekelijkse topshow natuurlijk mogelijk maken. Deze genomineerde wekelijkse topshow mogen we wel zeggen tegenwoordig. janroos.backme.org. Ja, even gewoon een paar eurotjes per maand. Dan kan ik ook mijn kinderen eten geven. Ja, ja, waarom niet? En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je op bezoek bij premier Rutte in het torentje. Om te klagen over van alles en nog wat. Maar weiger je de goede man een hand te geven. Zoals die 5 gele hesjes. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Ja, toch? En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Woe! Of Johan, echte Jan. Kom je eraf, hoor. Of Johan, genomineerd, echte Jan. Of Johan. Genomineerd voor de beste podcast. Nou, dat zegt wel over de rest van de podcast, denk ik dan. Ja, je denkt, begint hij nou zijn zagrijnig te worden? Ja, ik begin zagrijnig te worden en dat gaat hierom. Oh, gemengde gevoelens natuurlijk. Natuurlijk ben je heel blij dat je finale haalt, maar aan de andere kant... Ja, doet het ook wel pijn dat het wat tegen Ajax is. En niet alibi een beetje van ja, moet het zeggen. Maar echt wel, natuurlijk ken ik ook een paar jongens. En zeker op het moment en de manier waarop, dat komt hard aan, denk ik. Ja, ja, dat was Toby Alderwereld, ooit Ajax ziet nu van de Spurs. Ja, wat moeten we er nou voor zeggen? Met 2 benen in de finale en dan in de laatste seconde van een blessuretijd toch nog verliezen. Een kater van hier tot Madrid. Maar ja, na een nachtje slapen en een beetje je roes uit tukken, blijft toch de trots over dat deze jongens zo ver zijn gekomen. Want laten we eerlijk zijn, dat is hartstikke knap geweest. Maar god toch god, wat kan je het verkloten, zeg je. Ja, ja, wat is dat nou? Wat, die Ten Hag, joh, wat zijn dat nou voor wissels? Dolberg, zit je Dolberg erin? En Huntelaar niet. Wat is dat nou voor... Nee. Water under the bridge, zou onze gast zeggen. Maar in ieder geval, Ajax, je bent en blijft altijd een echte Jan. Nou wordt het tijd voor een Johantje, Jan Klootje Jonker. Ja, Juncker de Dronker die heeft dus een prijs gewonnen. En niet zomaar een prijs, maar de European Leadership Award. Ja, dus zijn eigen prijs, zeg maar. En zo kan je de EU ook een beetje samenvatten. Hè? Ik bedoel, de bezopen leider die krijgt een deuk in een pakje boter. En die krijgt dan wel van zijn eigen club de hoofdprijs. En dan met z'n allen klappen. Wat een afgang toch weer keer op keer op keer. Juncker is niet alleen een ongelooflijk dronken man, maar ook een verschrikkelijke Johan. Over Johan gesproken. Hamas! Hamas may have been the ones to declare a ceasefire, but for supporters here in Gaza, this is nothing less than a celebration of victory. Hamas, Hamas, de hele Gaza zonder gas. Nou ja. Want Israël die heeft even huisgehouden na honderden raketten die door de terroristen werden afgeschoten op het Joodse land. Media natuurlijk weer met z'n allen piepen dat het niet proportioneel geweld is. Maar ja, als Israël ook honderden raketten lukraak richting Gaza zou sturen, dan was het ook weer niet goed. Het is nooit goed. In ieder geval, Hamas begon en ging piepen om een wapenstilstand. Ja, we gaan de Joden verdrijven. Raketjes door de lucht in, bommen terug en dan huilen. Nou. Hamas, je bent een ongelofelijke Johan en een verschrikkelijke terroristische organisatie. En ik hoop dat jullie vernietigd worden. Nou, over vernietigen gesproken. Sophie in het veld. Juist in de wereld van vandaag kunnen we niet met een verdeeld Europa, een verlamd Europa, door nationale veto's opereren. De wereld verandert. Ja, de wereld verandert en Sophie in het veld, die zwemt in het geld. De baas van D66 in Europa, die propt zoals iedereen daar. Haar zakje is natuurlijk vol met belastingpoet, maar ook met de onterechte hotelvergoedingen, terwijl ze al 15 jaar in die Belgische klote hoofdstad woont. Eerst ontkennen natuurlijk en daarna heel snel stiekem dat geld terugstorten. D66 is ook alles wat de EU is. Corrupt als de pest.
Maar wel met zo'n arrogante kop. En zeggen, ja, maar wij weten het beter. Ze vieren het wel. Je bent gewoon een ongelofelijke Johanetta. Nou, laten we maar eens beginnen dan. Oh, oh. Echte Jan of Johan, echte Jan. Jongen, jongen. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Dat is even een verrassing, zeg. Zijn we genomineerd voor een podcast award? Oh, dat is toch even een verrassing. De stem eventjes. Waar eigenlijk? Ja, druk hem dan nog een keer in, Pierre! Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Podcastawards.nl, dus nou ja, goed. Dan kan je stemmen trouwens niet alleen op deze, nou laten we zeggen, fantastische show Echte Jan, maar ook op de fantastische host, Echte Jan Roos. Amen. Nederland, ja, die kent geen politiek midden meer. Dat is nu verdeeld in gefeminiseerd links en testosteron rechts. Zoals bekend voel ik me daar bij het laatste meer thuis. Maar ik vind dat politiek over ratio moet gaan en niet over emotie. Dus ja, dan ben je al snel klaar. Mijn gast zal daar wel mee eens zijn. Het is schrijver, onderzoeker en politiek filosoof. Sid Lucassen. Welkom, Sid. Dank je, Jan. Gefeminiseerde samenleving leven wij op dit moment in. Wat is daar verkeerd aan? Oh, nou, ik wist niet dat deze vraag zou komen, maar... Ja, ik heb toch geen enkele vraag met je doorgenomen? Nee, dit gaan we niet doen, Sid. Ja. We gaan niet op elke vraag zeggen, deze gaat niet aankomen. Nou, laat ik het zo zeggen, Jan. Hè? Dat is wel een van de meest taboe onderwerpen. Ik durf wel te beweren dat de feminisering van onze samenleving nog een groter, onbespreekbaarder taboe is dan iets als islamisering. Ja, dus je verwacht dat een gesprek een beetje kabbelt en dat het langzaamaan steeds geredpilder raakt en dat het dan op een gegeven moment op het onderwerp feminisme raakt. Maar bam, het is gewoon je openingsset. Ja, okay, let's go. Maar Sid, luister eventjes. Ik denk dat je niet heel vaak naar deze podcast hebt geluisterd. Wij slaan hier namelijk de bullshit per definitie over. Oké. Okay, dus die gefeminiseerde samenleving, als je het overigens daarover hebt, zeggen vrouwen van, oh, je bent zeker een vrouw. Nee, het gaat niet over dat ik vrouwen houd. Het gaat over gefeminiseerde samenleving. Het gaat erover dat je zegt, nou, als we het leger afschaffen, komt er geen oorlog. Ja, maar dat blijkt dus per definitie onwaar. Als je dus ook kijkt naar vrouwelijke leiders die ook best wel bereid zijn om oorlogen te starten. Ik bedoel, wat er in de Falklands is gebeurd, is toch ook onder Thatcher geweest. Kijk naar Golda Meir in Israël. Of de Boudica gaat terug naar het Romeinse Rijk, naar Schotland en zo. Dus dat is toch gewoon Joan of Arc. Hè? Dat is toch allemaal bullshit. Ja, dat is ook zo, maar we zitten nu wel in zo'n gefeminiseerde samenleving waar we iedereen lekker in zijn waarde moeten trouwens, laten. Trouwens, Jan, ik zag ook een artikel voorbij komen een paar maanden geleden, waar dus het blijkt dat, als je dus echt kijkt naar private military companies, dus PMC's, dus huurlingen en dergelijke, dat van al die Amerikaanse militaire bedrijven, dat nou vrouwen daar de CEO's zijn op dit moment. En daar kan dus meteen de hele mythe, ja, dat vrouwen geen oorlog voeren, die kan meteen de prullenbak in. Ja, maar ja. Maar daar wilde ik het toch helemaal niet over hebben. Vertel mij waar jij het over wil hebben, Jan. Nou, het gaat een beetje over die linkse politiek in Nederland. Wat gewoon eigenlijk totaal dominant is van de SP tot de VVD. Eigenlijk is dat allemaal één ding. En dat is allemaal emotie. En zo weinig ratio. En ik denk dat dat zo slecht is in de politiek. Nou, nu ben jij politiek filosoof. Mm-hmm. Dus dan wil ik graag dat je mij uitlegt waarom ik daar gelijk in heb. Nou, om te beginnen, kijk, ik denk dat een heleboel mensen hier aanstoot aan zouden nemen. En dat moeten we natuurlijk even benoemen. Dus die zouden zeggen van, ja, maar kijk, van al die politieke partijen zijn er twee vrouwelijke lijsttrekkers op dit moment. Dus waar zijn de vrouwen met macht? Vrouwen zijn nog steeds ondergeschoven. Die zouden op die manier redeneren. Maar ik denk, als je op die manier in het discours gaat, dat je er niet uitkomt. Ik denk dat je moet kijken naar mannen en vrouwen die fundamenteel anders omgaan met macht. En dat heeft, denk ik, uiteindelijk heeft dat ook weer te maken met hoe wij dus eigenlijk omgaan met onze positie binnen de hiërarchie. En dat uiteindelijk ook weer verband houdt met seksualiteit. Dus de bottom line is, dan ga je heel terug diep de evolutie van de mensen in. Dat wij mannen, wij zijn eigenlijk vervangbaar voor elkaar. Dus stel je hebt een groep met 10 mannen, 10 vrouwen. Nou, je wordt gejaagd, er is een stammenstrijd. Er gaan 8 mannen dood. Dan kunnen die 2 mannen er alsnog weer voor zorgen dat die 10 vrouwen toch zwanger zijn volgend jaar. Dus wij mannen zijn eigenlijk vervangbaar ten opzichte van elkaar. En daarom moeten wij altijd concurreren, opvallen, epische dingen doen, zodat vrouwen ons interessant vinden. En meestal zijn wij mannen het ook de vrouwen benaderen. En wij moeten ons aanbieden.
en lopen daarmee ook het risico op afwijzing. Het is toch meestal de man die op de vrouw afstapt en dan in de bar een drankje aanbiedt. Dat zijn toch wel onze rolpatronen. En wij lopen daarmee ook het emotionele risico op afwijzing. Dus wij moeten ons hoofd boven het maaiveld uitsteken. Uiteindelijk is het de vrouw die kiest. En het is de vrouw die bepaalt. Hè. Geef ik groen licht of geef ik rood licht? Gaat deze date iets worden of niet? Het is toch meestal de vrouw die de vibe bepaalt. Niet altijd, maar meestal wel. En als, dit kan je ook in de politiek doortrekken. Kijk, als je naar Nederland kijkt, we hebben een heel apart beleid in verhouding tot de rest van de Europese landen. Dat heeft ook denk ik te maken met het CDA, die heel lang heel machtig is gebleven, met gezinnen. Hè. Dus de meeste vrouwen werken gewoon in deeltijd in Nederland. Dat is heel anders dan de arbeidsmarkt in andere landen in Europa. We hebben ontzettend veel deeltijd werken. Ja, 73% van de vrouwen werkt deeltijd. Ja, onze economie is daarop ingericht. En die politiek is weer een verlengstuk van die economie. Dus die is daar ook op ingericht. Dus waarom zouden vrouwen eigenlijk zoveel macht willen vergaren als het op zich redelijk geregeld is voor hen? Als je gewoon kijkt naar de economie. Ja, maar zit, wat ik bedoel eigenlijk te zeggen is dat het niet per definitie de feminisering gekoppeld is aan het vrouw zijn, maar meer het vrouwelijk denken. Als je bijvoorbeeld Jesse Klaver, dat is toch een man. Hè, die krijgt geloof ik nu weer een kindje. Ik bedoel, dat heeft hij toch zelf gedaan. Denk ik. Weet nooit zeker natuurlijk. Ja, maar ik vind het toch wel een goed ding dat Jesse Klaver een kind krijgt. Want kijk maar naar Rutte. Kijk maar naar Macron. Hè, kijk maar naar Merkel. Dus al die mensen die die massamigratie faciliteren. Ja, waarom? Omdat zij geen kinderen hebben die er uiteindelijk door geraakt zullen worden. Ja, maar je weet toch ook wel dat de manier waarop Mark Rutte het doet, het onmogelijk is om een kindje van te krijgen. En dan kom je ook in de discussie op twee verdieners en één verdieners. Hè? Dat een één verdiener dus harder wordt aangeslagen door de fiscus dan twee deeltijdverdieners. En dan komen rolpatronen, kom je dan op? Zit, je weet toch wat een Rutte nicht is, of niet? Oh, nou, iemand had een foto mij laten zien van Rutte met een vrouw. Ja, dat is Jort Kelder. Nee, dat is niet Jort Kelder, maar oké. Okay. Ik weet niet, wel op zich opmerkelijk dat we niks weten over het seksleven van Rutte. Dat, ondanks dat die man al 100 jaar is ook taboe. Dat is ook taboe. Want ik heb namelijk een keer uit de goede bron heb ik namelijk vernomen dat hij een vriend had. Heb ik dat een keer geroepen. En sindsdien ben ik homofoob. Terwijl ik zeg, nou ja, onze premier heeft een vriend. Nou ja, dat mag dus niet. Maar het gaat meer over die gefeminiseerde samenleving. Van bijvoorbeeld het GroenLinks gedachtegoed. Van met elkaar, lekker met elkaar. Lekker met de grenzen open. Lekker met elkaar feest vieren. Want dat is al leuk. En kom maar binnen met je knecht. En geen oorlog meer als we alle pistooltjes weggooien. Dat. Ja, maar dat blijkt toch uit Amsterdam dat niet het geval is. Want ik hoorde iedere keer berichten dat er weer iemand is doodgeschoten door een of andere bende. Hè? Nou, die mensen kunnen wel de wapens krijgen op de illegale markt. Het is toch, ja, het zijn de brave burgers die de wapens weggeven. En het zijn de criminelen die er toch wel aan kunnen komen. Ja, natuurlijk. Het is ook hartstikke naïef. Maar dat is toch linkse politiek? Ja, dat klopt. Maar dat is niet nieuw, toch? Nee, zeker niet. Het is wel stoorlijk. Er is wel om je aan te ergeren. Maar het is niet nieuw, nee. Wat vind je, wie vind je op dit moment de meest vervelende leider in de politiek aan de linkerkant? Oh, ik denk toch Timmermans. Ja. Francie Timmermans? Ik denk toch Timmermans. Omdat hij altijd. Kijk, Timmermans is eigenlijk geen persoon die zegt, ik heb hier een beleid, reken mij af op dat beleid. Ik kom hier met een aantal programmapunten, voer ik die uit, ja of nee, reken mij daarop af. Nee, hij praat echt in morele termen. De geschiedenis beweegt de kant op naar meer diversiteit, meer pluriformiteit, meer inclusiviteit, diversiteit, multiculturalisme. Als je daar niet mee eens bent, ja. Ben je nazi? Exact. Hij ziet de geschiedenis zo binair, zo zwart-wit. Of je gaat mee in zijn progressieve cosmopolitische utopisme. En als je dat niet doet, dan is bam. Dan gaat de trein, die gaat direct weer terug naar Auschwitz. Dus hij ziet de geschiedenis als een spoor. En de trein kan maar twee kanten op. Of naar die metropolische, cosmopolitische heilstaat. Of meteen terug naar de xenofobe, bruine jaren 30. En er is eigenlijk geen tussensmaak. En hij praat ook als een priester. Als een soort, ja, eigenlijk een pep talk wat hij geeft. Eigenlijk een motivational coach. Zo van, geef niet toe aan die angst. Geef niet toe aan die zorgen. Geef niet toe aan de onderbuik. Maar blijf geloven. We moeten voorwaarts gaan. Terwijl eigenlijk achter hem de hele EU al in de brand staat. Brexit komen ze niet uit. Orbán, lastig. Die Poolse grondwet. Migratiecrisis blijft voortzudderen. Schulden, ja, we zitten nou eventjes in een economische oké tijd. Maar die schuldenbubbels die zijn ook eigenlijk onhoudbaar. Dus die EU die staat eigenlijk in een soort ja, de stad achter hun staat al in brand. En die Timmermans die blijft maar een soort utopistisch geloof. Visioenen blijft hij eigenlijk verkondigen. En hij gaat helemaal niet in op beleid, afrekenbaarheid, waar eigenlijk als politicus afrekenbaar op ze moeten. Weet je wat ik zo raar vind van de Timmermansjes onder ons? Is dat ze dat Europese project van ze, ja, dat loopt gewoon niet lekker. Dat kan. Hè, ik begrijp ook wel waarom. Hè, er zit nogal wat veiligheid in de schroef. Maar dat je dan denkt van, we pakken terug op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust om het toch te kunnen verkopen. Dat werkt toch al heel lang niet meer. De Godwins werken toch al. Je denkt alleen maar, die mensen zijn zo van slag.
Ja. Dat ze dan maar de massamoord op 6 miljoen Joden erbij gaan halen. Van, want als we de EU niet verder uitbreiden, dan gaan we weer mensen vergassen. Hoe kom je erop? En die angstbeelden die ze altijd verkopen, dat werkt al niet meer. Dat is zo onder inflatie onderhevig geraakt. Ja. Door de continue stroom van alles is fascistisch. Absoluut. Dus wat heeft die man aan over te verkopen? Ja, steeds minder. Ja. En ze hebben nou uit wanhoop een filmpje gemaakt met iemand in een kroeg. Een kroegbaas ergens in Heerlen. En die zegt dan, ja, maar die Frans Timmermans, dat is zo'n goede vent. Ik zou hem met mijn portemonnee vertrouwen. Hij is zo intelligent. Hij is zo genuanceerd. Maar als je naar Timmermans kijkt, naar speeches die hij heeft gegeven, waar hij gewoon letterlijk zegt, ja, of Europa wordt divers, of het wordt gewoon oorlog en er is geen tussenweg. Weet je, als je zo binair, eschatologisch, apocalyptisch, messianistisch naar de geschiedenis kijkt, weet je, dat is geen politiek meer. Dat is gewoon profetieën. Ja, nou ja, niet alleen dat. Dat vind ik hetzelfde als de EU die dan de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Omdat het hier vrede is. Dat is even lekker wat. Ja, klopt. Maar ik denk dat vrede hier dus te maken heeft met het feit dat onze maatschappij zo complex is. Ja, wanneer ben je echt volwassen of zo? Kijk, je bent nominaal ben je met 18 volwassen. Maar de maatschappij is zo complex. Hè? Verzekeringen, premies, het sociale spel, cv's opbouwen, opleidingsniveaus, omgangsvormen. Ja, je bent misschien pas echt wat, 23 of zo, echt volwassen. Dus wij hebben onze mensen heel duur. Om onze mensen klaar te maken voor deze maatschappij, er moet zo ontzettend veel in een kind geïnvesteerd worden. Dat zie je ook steeds minder kinderen per gezin. Nou ja, neem een andere landen. Neem een schaapsherder in Afghanistan. Ja, die is met 16 wel volwassen hoor. Die weet wel wat hij moet weten om in die situatie zich te kunnen handhaven. Dus daar is een leven ook veel goedkoper, veel vervangbaarder. Ga je veel sneller tot oorlog over. Kijk naar de overheid. Hè. Op één soldaat op het front. Er zitten meerdere mensen ergens op een bureautje voor die soldaat. Nou, ga maar die naar tweede, derde wereldlanden. Ja, daar hebben ze nauwelijks overheid. Daar ga je gewoon slagveld op. Weet je, onze mensen zijn te duur eigenlijk om ze op te offeren. Maar shit, het is niet alleen maar een financieel-economisch ding. Het is natuurlijk ook zo dat, ja, dat we ook niet zoveel zin hebben in een oorlog. We hebben een goed land. Het loopt wel redelijk allemaal. Waarom zouden we de wapens oppakken en tegen wie? Maar dan kan je toch niet jezelf op de borst kloppen van, dat is geef dan de NAVO die Nobelprijs. Ja, ik vind de NAVO lastig. Ik vind de NAVO ook waardeloos. Maar de EU heeft natuurlijk niets te maken met vrede of oorlog. Als je er zo over nadenkt. Maar laten we even terug. We gaan straks de EU verder nog eventjes even naar beneden trekken. Ik heb er zin in. Maar we gaan nog even heel even naar dat linkse verhaal. Oké. Okay. Dan staan er dus, hebben we die vluchtelingencrisis. En dan staan er dan allemaal GroenLinks meisjes en ook mannelijke meisjes. Wees welkom in mijn land te zingen. Mm-hmm. Maar snappen die mensen dan werkelijk niet dat ze daarmee het land destabiliseren? En dat ze eigenlijk, toch een beetje een soort Stockholm-syndroom is. Want zij hebben als eerste last van de ellende. Ja, maar let wel, dit is een klasse die de gevolgen van hun eigen beleid kan ontwijken. Dit zijn niet de mensen die zelf in de Schilderswijk of in Schaarbeek wonen. Dit zijn mensen die in cosmopolitische, monoculturele, monoblanke enclaves wonen. Die anderen opdragen dat ze cosmopolitisch en progressief moeten zijn en hun hart open moeten stellen. En dan ga ik weer terug naar het voorbeeld dat ik altijd geef. Ik zag op een gegeven moment in Brussel, geef eens een keer een ander voorbeeld. Nee, hoeft niet. Oké. Bij Berlemont, dat daar betaalde parkeergarages werden gebouwd voor de Europese Commissie. Nou, wat betekent dat? Dat die mensen die daar werken, de ambtenaren enzovoort, dat die hun auto daar gewoon kunnen parkeren en is lekker veilig. Maar gewone mensen, die moeten hun auto gewoon op straat zetten. Ja, en dan komen er een keer hangjongeren en die maken ze iets stuk of zo. Of die schoppen een keer in deuk in die auto. En dan wil je er wat van zeggen. En dan is het van, ja, maar hallo, jullie zijn zo repressief. Jullie hebben een autoritair mensbeeld. Je moet je hart juist openstellen voor de ander. Ja, en dat is dus de boodschap die vanuit die elite wordt uitgezonden. Ja, maar waarom? Omdat zij zelf op een betaalde, door de belastingbetaler opgebrachte parkeergarage hun auto kunnen zetten. Dus ze krijgen niet met dat straatvandalisme te maken. Dus natuurlijk kunnen ze dan moreel verheven die verhaaltjes houden. En zo is het ook met die GroenLinks-meisjes. Ja. Die stadskernen waar dus al die media-instituties zitten. Hè? Dus waar al die celebrities dus komen. Die bij Pauw zitten, bij Jinek. En vroeger bij Humberto of Tannhuizen of waar dan ook. Hè? Die elkaar dus allemaal kennen van dezelfde salons. Dezelfde lounges. Die naar dezelfde sportscholen gaan. Ja, die wonen allemaal in een mono-blanke enclave. Hè? Kijk maar naar mevrouw Halsema. Hè? Die haalde ook haar kinderen van de zwarte school af enzovoort. En anderen dragen ze op om multicultureel en progressief te leven. En hart open te stellen voor de ander. Ja, kijk, inderdaad, als je dit gewoon ziet. Hè? Als je gewoon ziet die netwerken die zo hecht zijn. Ja. Jij als arbeider, hoe ga je het betalen dan om daar te wonen dan? He, Marokkanen of weet ik wat, migranten, asielzoekers. Hoe kunnen die het ooit betalen om daartussen te gaan wonen? Niet, natuurlijk niet. Dus je krijgt gescheiden leefwerelden, je krijgt gescheiden bubbels.
En als jij als een random arbeider of middenklasser of ZZP'er of MKB'er gewoon ziet hoe die mensen denken, praten, nul rekenschap afleggen van de realiteit. Ja, laat ze je maar nazi noemen, joh. Laat ze je maar racist noemen. Laat ze je maar xenofoob noemen. Je voelt, je weet, je ziet dat die gasten zijn afgedreven van de realiteit. Dat doet je niets meer. Je hart is gesloten voor die beschuldiging. Het is dan eerder een soort geuzennaam. Je gaat het dragen als een badge of honor. Maar wat ik wel heel raar vind, hè, is dat bijvoorbeeld zo'n PvdA, nou, dat bestaat nauwelijks meer, godzijdank overigens. Hè, maar die zijn natuurlijk ooit opgericht van de arbeidsemancipatie. Maar nu voorkomen ze sociale mobiliteit. Het is gewoon onmogelijk om iets te worden. Terwijl dat dus het mooie zou moeten zijn van het Westen, dat we geen kastensysteem hebben. Hè, dat je gewoon sociaal mobiel kan zijn door werken, door je op te werken. Maar dat wordt eigenlijk voorkomen door die elite die van bovenaf roept, doe leuk met elkaar, maar wij doen niet mee. Ja, nou Jan, dus ik ben heel blij dat je dit zegt. Ik ben echt heel blij mee. Want nou, er was laatst een Pipo, een of andere Arthur, ik ben zijn achternaam te vergeten, want daar was kennelijk irrelevant voor. Maar die had een artikel geschreven in, ik herinner me, het Parool, en het ging over cultuurmarxisme. En die zegt van ja, die nieuwe stroming, die zichzelf dan realisten noemen, van de FVD enzovoorts. Ja, die mensen die zijn alleen maar met cultuur bezig en zijn alleen met de bovenbouw bezig en ze hebben helemaal geen economische analyse. Ze besteden helemaal geen aandacht aan de klasseindeling van de maatschappij. Maar dat is gewoon bullshit, Jan. Ja, dat is bullshit, ja. Absoluut. Dit gaat om sociale mobiliteit. Dit gaat, om een voorbeeld te geven, ik zat laatst dus bij de Tweede Kamer voor de hoorzitting. Er was een hele rel aan vooraf gegaan, want ze wilden me deplatformen. Maar gelukkig, Zini Özdil en Judith Thiele en Harm Beertema, die hielden gewoon voet bij stuk. En die zeiden, nee, Lucas, die moet gewoon komen. Iedereen heeft recht om hier te spreken. En wat er dus toen gebeurde is dat ik naast een hoge pief zat. Echt een man die de top van de top is in de academische wereld in Oxford. En het ging over verscheidenheid en wetenschap. Ja, kijk, ik kom uit een dorpje aan bij de Duitse grens, Duiven. Ik heb me helemaal opgeknokt in die academische wereld. HBO, universiteit, 2 masters gedaan, uiteindelijk gepromoveerd. Ja, ook binnen die academische wereld heb ik met veel tegenslagen te maken gekregen. Ook met ideologische wrijving. Allemaal meegemaakt. Ja, ik kan vertellen daar die commissie. Ik vertelde hoe het zat. Ik vertelde wat ik heb meegemaakt. En zo iemand die uit een topgezin komt, tot de elite behoort vanaf zijn geboorte, naar de beste, meest prestigieuze studentenverenigingen gaat. Ja, die min of meer alles in zijn leven voor de wind is gegaan. Natuurlijk herkent hij zich er niet in. Nee. Ja, nee, maar die Lucas, ja, nee, dat herken ik niet. Als het ware is het triest, maar nee, daar moeten jullie geen beleid op maken. Ja, nee, zo wimpelde die vent dat weg. Dat is gewoon. Dit gaat om sociale mobiliteit. In de kern gaat het echt om klassen hier. Maar dat onderschrijf ik zeker. Kan je mij even uitleggen waar die commissie over ging? Tenminste, ik weet het wel, maar er zijn ook mensen die dat niet weten. Ja, dat klopt. Er is zoveel nieuws, ik kan niet alles volgen, Jan. Ik heb helemaal gelijk, ik zal het eventjes toelichten. Kijk, een paar jaar geleden was dus Pieter Duisenberg, VVD'er, en die zei ook van, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die wetenschap? Is die wetenschap niet ontzettend links? In die zin, we pretenderen die academische wereld, dat is een soort hotbed of discussion. Ja, is het dus niet. In de praktijk komt er 9 van de 10 keer, als het niet meer is, een links-liberale, postmoderne, cultuurrelativistische mening, onderzoek uitgerold. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Ja, de roosvonkjes van deze wereld. Nou, Die is vegetariër, is bij de Vegetarische Bond staat ingeschreven als bestuurslid. En die dan op een gegeven moment zegt, ja, van rood vlees eten word je heel agressief. En dat blijkt dus gewoon allemaal niet waar. Die vrouw die mag nog steeds de werk uitvoeren. Moet je een keer aan de rechterkant doen. Ja, precies. Of de Marijn Oudenamsens of de Gloria Wekkers van deze wereld. Het zijn gewoon mensen die gewoon politiek activisme bedrijven, die dat bestempelen als wetenschap. Kijk, ik zeg van mezelf, ik ben politiek filosoof en ik duid de tijdgeest. Maar dit zijn mensen die gewoon gesubsidieerd worden van wetenschappelijk werk. En dat is geen eens wetenschappelijk werk. En iemand vertelde mij nog. Maar al die beta's toch allemaal uiteindelijk toch? Dat wil ik zijn. Dus dat, maar ik bedoel, alle sociale wetenschap en zo. Dat is toch gewoon een latte vingerwerk. En als iedereen, alle hoogleraren daar links zijn en je roept iets links, dan zeggen ze, nou, dat is helemaal toppie. Dan roep je iets rechts. Dan zeggen ze van, nou, je bent ook wel een beetje fout aan de kant van de geschiedenis. Nou, wat ik dus denk, Jan, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want ik denk bijvoorbeeld dat als je naar genderstudies kijkt, dat een onderzoek naar, ik noem maar even wat, masculiniteit in conservatieve christelijke gemeenschappen, dat het heel interessant zou kunnen zijn, zo'n onderzoek. Ja, maar dat wordt alleen niet gedaan. Nee, want in dit klimaat, hè, kan dat je, zeg ik toch? Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar dat betekent niet dat alle wetenschap bullshit is. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Nee, oké. Okay, maar wat er maar dus wel, op dit moment is het onmogelijk om vanuit wetenschappelijk oogpunt gewoon iets te bekijken. Ja. Op het moment dat de mogelijkheid bestaat dat de conclusie niet leuk dat links klopt. Is. Dat is absoluut waar. En daar heb ik ook heel veel verhalen over. Die kan ik allemaal ook voorleggen. Maar het klonk even alsof jij zei, en nu begrijp ik dat je dat niet bedoelde, van ja, maar eigenlijk is al die sociale wetenschap. Nee, dat zeg ik niet. Alleen, maar dat is goed. Ja. Wij zitten nu in een cultuur dat de sociale wetenschap dusdanig gepolitiseerd is. Absoluut. Dat
dat het niet meer wetenschap is geworden, maar dat het meer een soort van propagandamodel is. Van kijk, dit is intellectualiteit. Dat is namelijk dat je de juiste dingen zegt. Doe je dat niet, dan ben je populist, domrechts. Xenofoob. Ik word vaak domrechts genoemd. En dan vraag je, waarom vind je dat? Ja, omdat jouw meningen dom zijn. Zeg maar wat is er dan dom aan die mening? Ja, want ik vind dat geen leuke mening. Nee, maar het zijn intelligente mensen die dat zeggen. Ik zeg, ja, maar kijk, een niet leuke mening is niet per definitie dom. Nou, dat vinden ze dan weer een domme opmerking. Enfin, nou, je wordt helemaal doodmoe van. In ieder geval, die linkse lui waar we het over hebben, die dan, je wees welkom in mijn land zingen, die zijn heel erg voor de verzorgingsstaat. Ik zal je vertellen, daar ben ik ook. Ik vind dat je moet zorgen voor de zieken, de gekken, de ouwe en dat soort types. En dat gewoon mensen die kunnen werken, moeten gewoon werken en van hun luie flikker afkomen. Maar mensen die dat nodig hebben, daar moet je voor zorgen. Ben ik ook gewoon voorstander van. Alleen die lui zijn ook voorstander van een open grenzenbeleid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Denk maar aan Milton Friedman, wat hij al gezegd heeft. Je kan niet migratiepolitiek combineren met open grenzenbeleid. Nou, dan komen we weer terug op het vorige onderwerp. Jan van der Beek heeft dit al 20 jaar lang proberen te bewijzen. Maar in zijn promotieonderzoek werd hij gewoon tegengewerkt. E-mails werden niet beantwoord. Op een gegeven moment stond zijn promotor hem gewoon niet meer te woord. Moest hij zelf maar een nieuwe promotor vinden. Die mensen worden gewoon gesaboteerd. En dan komt zo'n KNW, hè, die dat dus even moet gaan onderzoeken. De Kamer heeft dat onderzoek gelast om dat in kaart te brengen. Ja, en die gaan niet met Jan van den Beek praten. En sterker nog, Erik C. Hendricks, die vertelde in die commissie ook dat hij gewoon bewijzen heeft gezien dat er sprake is van linksindoctrinatie van een promovendus. Die promovendus ging daarmee naar de visitatiecommissie. En die visitatiecommissie heeft dat gecensureerd uit het rapport aan de minister. Nou, Jan van Beek is hier ook de gast geweest. Hebben we gewoon een open, eerlijk gesprek gehouden. Ja. De man wordt geloof ik nu ook weer van Twitter afgeflikkerd. Ja, absoluut. Moet gewoon deugen. Gewoon maar een wetenschappelijke uitspraak deed die man. En dan word je gewoon niet deugcensuur. Maar moet je nagaan. Dan zitten we, 2019. Ja. En dan zeg je dus als wetenschapper. En laten we eerlijk zijn. Kijk, ik ken echt wat domrechtse roeptoeters. Die zijn er natuurlijk ook. Die, laten we eerlijk zijn. Aan alle kanten van het spectrum heb je ook de bieltjes. Die heb je echt ook wel aan de rechterkant. En die zeggen dan dingen van, het moet allemaal oproeten. Kokkeletjes. Maar dat, hè. Doe nou Henk Bresna. Maar goed, die heb je er heus wel bij. Maar Jan van Beek is gewoon een hele genuanceerde leuke man. En die zegt iets en dan is het, ja, dat is niet leuk, wegwezen. Ja, kom op zich. Hey. Wat voor samenleving zitten we? Ja, dat is de voorportaal van het totalitarisme. Hè? Dus precies, dat begint op de academische wereld. Maar het is ook al doorgedrongen in de mediawereld inderdaad. Hè? Dus onwelgevallige onderzoek, die worden gewoon of negatief bestempeld of überhaupt niet gehonoreerd. Hè? Dus nog even terug naar het voorbeeld van die masculiniteit. Hè, als iemand dat zou gaan onderzoeken, masculiniteit in conservatieve christelijke gemeenschappen, dan zou het onderzoek, daar kan je donder op zeggen, daar zou bol staan van gepolitiseerde termen als de patriarchy, male privilege, white privilege, al dat soort termen, die eigenlijk gewoon politieke termen zijn, die zouden doordrongen zijn in dat onderzoek. Ja, daar ben ik van overtuigd. Je stipt dat al een beetje aan. Media is over het algemeen, zit links in het spectrum. Vindt alles wat niet links is extreem en eng en gevaarlijk. Maar dan, en het publieke debat hebben ze eigenlijk ook in handen. Laten we eerlijk zijn, de meeste opiniemakers die een podium krijgen in het land, die vertellen het verhaaltje. Ja, precies wat ik dus eerder zei. Er zijn dus een paar enclaves. En dat zijn links-liberale, cosmopolitische, cultuurrelativistische enclaves. En daar zitten, de mediamacht zit daar, de mensen van het netwerk zitten daar. En die bepalen het beeld qua media wat over de rest van Nederland wordt uitgespoeld. Maar wat daar voor een beeld wordt geprojecteerd. Hè? Hoe daar wordt gekeken naar iets als vaderlandsliefde, patriotisme, of zelfs hoe er naar iets als relatievormen wordt gekeken. En zo. Dat beeld van die cosmopolitische elite, dat verschilt totaal van wat leeft in de rest van Nederland. En dat zien we ook als we kijken naar een kaart van hoe er gestemd wordt in het land. Kijk naar het Oekraïne-referendum. Hè? Het zijn echt alleen maar de cosmopolitische kernen van de grote steden geweest die voor het associatieverdrag waren. En overal waar er veel meer zelfstandigen zitten, hè, MKB'ers, ZZP'ers, zelfstandig denkende mensen die niet uit de staatsruif eten, dat zijn de mensen die bijna allemaal tegengestemd zijn. Ik heb die, als je die kaart bekijkt, is Amsterdam en Utrecht voor mij ook een klein beetje Den Haag. En voor de rest is iedereen tegen. Maar ik wil je wel vragen, want ik was net bezig met een hele intelligente vraag te stellen. Ja. En dan ga je er gewoon dwars doorheen lopen schreeuwen. Ja, dat moet je echt niet meer doen. Heb ik goed geleerd van je. Ja, dat is wel waar. Nee, maar even terugkomen. De media in handen, publieke debat in handen. En de meerderheid van Nederland is rechts. En toch blijven wij in de marge. Ik bedoel, kijk, mensen zoals ik en die dus zeg maar, een soort van bekendheid genieten en niet links zijn, komen niet aan de job. Mm-hmm. De kranten blijven gewoon in handen van dezelfde mensen. De NPO blijft in handen van dezelfde mensen. Maar dat verdient wel een compliment, vind ik. Want als links is enorm aan, er is bijna niks meer. En
toch hebben ze alles nog in handen. En wij redden het niet. Wij blijven in de marge. Ja, dat is toch een complimentje waard? Ben ik met je eens, Jan. Precies wat jij zegt. Hè? Als je dus postprogressief bent, zoals ik dat noem, ja, dan word je inderdaad niet veel gegund. Gedeplatformd, zoals we hebben gezien. Ja, alleen al die foto met Zini Özdil. Nou, wat een achterlijke reactie daarop zijn gekomen. Ja, moet je even uitleggen. Jij was aan het knuffelen met die GroenLinks, jongen. Ja, gewoon. Hij zegt, nou, Sid, ik ben het niet met je eens. Maar ik vind het wel dapper dat je hier bent gekomen, ondanks die maatschappelijke weerstand, om hier je verhaal te vertellen. Tuurlijk. Ja, vond ik heel billig van hem. Dat is gewoon hoe je een volksvertegenwoordiger hoort te zijn. En we kunnen elkaar respecteren, ook al zijn we het afgrondelijk oneens. Nou, dat vond zijn achterban kennelijk niet. Want hij heeft toch een hoop kots over zich heen gekregen. Dat wil je niet weten, joh. Hè? Kijk, mijn achterban, 99 van de 100 reageerde gewoon heel erg positief. Iedereen vond het happy, iedereen vond het leuk. Hè? En die mensen zijn echt niet per definitie pro-migratie of wat dan ook. Juist niet, maar deze mensen zien wel de waarde in van gewoon verbinden als mens. Maar die Zini heeft van zijn achterban echt een hoop kots over zich heen gekregen. Ja, maar dat je naar van. Maar shit, dat is gewoon wat het is. Kijk, ik word van alles en nog wat genoemd. Wat ik net al zei, homofobisch. Ik heb allemaal homoseksuele vrienden. Dat joh. Klopt, maar dat maakt het niet uit. En dan kan mij nou, en dan ben ik opeens, omdat ik een vrouw een grote bek teruggeef. Ja, maar kijk, iemand nou, die zich dat het feminist noemt, dan geef ik een grote bek terug. Ja. Ben ik vrouw onvriendelijk? Nee, ik zie je als gelijke, maar gedraag je dan ook ja, zo? Maar, weet je kijk maar naar Jernas Ramertarsung, een Surinamer, die zegt iets over IQ en wordt helemaal kapot gemaakt, ook al is hij zelf zwart. Weet je? Het maakt al helemaal niet meer uit. Als je niet meer deugt, moet je gewoon afgrondelijk kapot in dit land. En ik denk dat het inderdaad om een nieuwe emancipatieslag vraagt. En dat noem ik de nieuwe zuil. Kijk, als wij realistische mensen, nou, ik schat het zo in, je hebt een heel groot deel van de PVV, een heel groot deel van de FVD, een klein deeltje van VVD en CDA ook nog wel. Ja, wij zien een ander Nederlands voor ons dan die elite die jij omschrijft. En als wij bij elkaar onze diensten gaan afnemen, als wij elkaar contracten gunnen, ja, dan kunnen ze niet meer onze werkgevers kapot spammen van Twitter van ontsla die man. Ja, als wij eigen fondsen gaan opbouwen, dan hebben we die deugdsubsidiefonds helemaal niet meer nodig, joh. En dan kunnen we onszelf emanciperen. Kijk, wat jij zegt, je wordt gewoon niet meer een platform gegund. Mensen googelen je naam, ze zien die draden met linkse Twitterkots die door de Google-algoritmes boven de genuanceerdere artikelen die bijvoorbeeld op TPO verschijnen worden geplaatst. Ja, dan denken ze, we gaan onze vingers niet branden aan die man. Die gaan we niet uitnodigen bij Jinek. Zo denkt die bubbel van al die lui die elkaar allemaal kennen van dezelfde cocktailfeestjes. Dus wij, realistisch Nederland, hè, mensen die gewoon objectief denken, die vaderlandslievend zijn, maar ook van vrijdenken houden. Hè, de liberale, klassiek liberaal Nederland. Ja, wij moeten ons emanciperen. Wij moeten elkaar contracten gunnen. We moeten elkaar in dienst nemen. We moeten onze eigen scholen opbouwen. Je hebt daar wel een punt, maar het probleem is natuurlijk dat het links gaat uit van collectivisme. Hè? Die haten elkaar hartstikke, maar we zijn allemaal links. En rechts is toch meer van het individu. Ik heb je noemde dat Oekraïne-referendum. Dat heb ik samen met Bart Nijman gedaan, met Baudet gedaan. Als je ziet wat daarna gebeurt. Die Nijman die kon er niet tegen dat Baudet en ik het gezicht ervan werden. Dus die is tegen ons aan gaan schoppen, pissen. Die is ons op GS gaan bekritiseren. Nou, toen won Baudet. Toen was hij daar opeens wel weer bevriend mee. Maar toen Annabel Nanninga bij GS wegging, was het ook een teringwijf volgens GS. En nu is het dan ook weer oké. Dus er zit heel veel jaloezie en rancune bij rechts. En links denken ze, nou, je bent de pleursleier, maar we zijn wel allebei links. Ja, en dat klopt. Dat is deel van de emancipatie. Dus ik kijk, om mezelf dus tegen Sid, je wordt kapot geschreven in de deugdmedia en vervolgens kom je niet aan de bak. Nou, daar heb ik me dus op tegen geëmancipeerd, ook via BackMe. Hè? Dus mensen kunnen mij ook steunen via BackMe, net zoals ze jou kunnen steunen via BackMe ook. Sid Lucassen, BackMe.org, bestaat ook. En met zit je reclame te maken euro, nu? Een paar euro zou ik niet durven, Jan. Nee, maar een paar euro per maand kan ik heel veel nuttige dingen doen. Zo kan ik dan artikelen schrijven, Sid video's maken enzovoort. BackMe.org, daar ben jij. Als jij reclame maakt, dan doe ik het ook eventjes. Ja. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Ik zou je wat vertellen, Sid, dat BackMe.org, ik zit daar ook mede achter. Het is niet van mij, maar ik zit er ook mede achter. En de filosofie waarom ik daar mijn tijd in steek, want geld verdienen doe ik er niet aan, is omdat iedereen een podium dient te hebben en ook zijn content moet kunnen omzetten, te gelden kunnen maken. Mm-hmm. En op het moment dat jij buiten de boot valt, zoals jij bijvoorbeeld als ik, of wel meer andere mensen, dan moet er een mogelijkheid zijn. Nou, Twitter word je afgeflikkerd, Facebook word je afgeflikkerd en YouTube word je afgeflikkerd als je niet deugt. Het is gewoon heel simpel. Ik heb een YouTube-kanaal gehad. Ik heb geloof ik 4,5 miljoen views bij elkaar. Ik heb daar werkelijk 0 euro aan verdiend, want ik was uitgezet in Amerika. Want ze vonden mij niet leuk. Overigens,
is er nooit een filmpje daadwerkelijk afgekeurd. Maar anderhalf jaar later krijg je een mailtje van... het was toch niks aan de hand. Maar ja, daar kan je geen geld mee verdienen. Precies. He, dus het wordt onmogelijk gemaakt om geld te verdienen. En dat bankme.org is niet alleen maar voor de Sint Lucas en de Jantjes Roos. Het is voor iedereen. Als je ook links bent of veganistisch of van yoga houdt of van paardrijden... of je hebt een breiverhaal of je maakt schilderijen of foto's. Iedereen kan erbij. Mm-hmm. En iedereen krijgt die mogelijkheid. En er is maar één wet... En dat is de grondwet. Daar dien je aan te houden. En voor de rest, zeg en roep en doe maar wat je wil. Het is heel inclusief. Het is veel inclusiever dan de linkse politiek. Maar dat is dus precies wat het is. Ja. Want de grote grap is, de hele inclusiviteit van de grachtengordel... is nul! Is exclusief als de pest. Ik ben wel eens voor in zo'n subsidiecircus geweest. En dat ze zeiden, jij krijgt dat niet. Want jij hoort er niet bij. Ja, dat soort verhalen heb ik dus ook gehoord. Ja, heb ik persoonlijk allemaal meegemaakt dit. Die subsidieverstrekkers, dat is een linkse club. Die geven dat aan vriendjes. Ja, en als je gelijkgestemden tussen hoort, dan sturen ze van het kastje naar de muur. Heb je krijgt niks. Nee, sturen ze van het kastje naar de muur. Nu ben ik tegen dat hele subsidiegezolemiet. Je moet er helemaal mee ophouden. Iedereen moet zijn eigen broek ophouden. Maar als je dat besluit, we gaan het wel doen. Dan moet je dat eerlijk verdelen, dat geld. Want het geld wordt ook opgehaald bij rechtse mensen. Absoluut. En dat heeft met. Kijk, ik heb een lang geleden een keer een provinciale statencampagne gevoerd. En toen heb ik al gezegd dat subsidiegeld wordt bijna allemaal uitgegeven aan kunst in de Randstad. Maar ook bijvoorbeeld in een provincie als Gelderland, toch een prima deel van het BNP. Ja, waarom wordt daar niet evenredig voor uitgegeven? Dat zijn echt die clusters van belangen die de mediawerkelijkheid bepalen, de academische werkelijkheid bepalen, die dat geld beheren. En kijk naar wat er gestemd wordt. Een aanzienlijk deel van Nederland stemt of FVD of PVV of VVD of wat dan ook. In ieder geval wat we dan de realistische kant van het spectrum zouden noemen. SGP net zo. Ja, goed opgemerkt. Maar toch worden bijna al die subsidies gewoon uitgegeven door en voor de linkse kerk. En Nederlanders slikken dit allemaal. Maar kijk, links heeft dat collectivistische, dat samen optrekken. Terwijl rechts meer is als het Mexicaanse leger. Heeft links dat collectivisme heel diep in het eigen DNA. En dat gaat terug op de analyse van Antonio Gramsci en de lange mars door de instituties. Dus ga niet alleen op politieke verandering mikken, maar neem het maatschappelijk middenveld op. Zeker. Nou, en dat heeft rechts dus niet gedaan. Nee. Rechts is naïef op die politiek gaan zitten wachten. En nu is het te laat. Want links en rechts hebben onderling het speelveld verdeeld. Er wordt vaak gezegd, door die idioten die dan tegen mij moeten debatteren, die nog niet één letter van mijn werk gelezen hebben, die dan zeggen van, ja, maar dat is allemaal gelul, want we hebben zoveel rechtse regeringen gehad. En hoeveel linkse regeringen hebben we nou gehad? Nee, bullshit. Want links en rechts hebben het speelveld verdeeld. Rechts heeft gewoon gezegd, nou, geef ons infrastructuur, transport en veiligheid. En links heeft genomen cultuur, milieu, zorg, onderwijs, sociale zaken. Ja, en dan kan je inderdaad een andere pipo op het beleidsniveau stoppen. Maar die ketens die echt vanuit de jaren 60 zijn opgebouwd, die tegenwoordig bijna een soort erfelijke opvolging hebben, via dat politiek progressieve DNA. Ja, daar kom je gewoon niet meer tussen als realist. Dat is helemaal dichtgetimmerd. Ze zijn zo bewapend ideologisch als de neten. Dat is doctrinebescherming, de systeembescherming. Je neemt dingen waar, je komt er gewoon niet tussen. Ja, nou zo is het. Zit er praat zo over met je verder, want een groot spreker wil iets kwijt. Want we kunnen niet alleen maar naar jou luisteren. Ja, ik heb wel lachen. Ik ben allemaal doodmoe van die gozer. Jij hebt het geweten, Jan. Kan die lullen, zeg. Wat kan die lullen? Nee hoor. Fijn dat je er bent, City. Dank je. Ik zal ook maar eens uit de kast komen. En het is best heftig om dat hier zo in die podcast te vertellen. Maar ja, ik kom dus uit een D66-nest. Tja, je hebt het niet voor het kiezen in het leven. Al zullen trouwens mijn ouders nooit meer op D66 stemmen. Want ze deden dat namelijk nog in de tijd dat de D stond voor democraten. U weet wel, mensen die vinden dat het volk het voor het zeggen moet hebben. Maar ja, het huidige D66 heeft er werkelijk alles aan gedaan om referenda de nek om te draaien. Terwijl die hele club ooit is opgericht om volksraadplegingen mogelijk te maken. Maar als dat volk niet wil wat jij wil, namelijk een groot federaal bestuurd Europees Rijk, ja, dan moeten ze gewoon hun kaders houden. Democratie is best leuk, zoals de meerderheid, zolang de meerderheid maar D66 er is. Het grote voorbeeld van het verdwijnen van het idee van democratie bij die partij is natuurlijk Tom de Graaf. U kent hem vast nog wel als D66-leider die Anne Frank misbruikte om Pim Fortuyn als nazi neer te zetten. Pim werd niet veel later vermoord. En dat was overigens deze afgelopen week 17 jaar geleden. En zijn moordenaar Volker van de Graaf die loopt alweer gezellig een tijdje rond. En Tom de Graaf is nu vicevoorzitter van de Raad van State. Het hoogste rechtsprekende orgaan van ons land zonder benoemde rechters. En met het ongekozen staatshoofd de koning als voorzitter. Overigens was de eerste baan van Tom de Graaf, nadat hij als minister van bestuurlijke vernieuwingen de gekozen burgemeester niet door de Eerste Kamer kreeg, het ongekozen burgemeesterschap van Nijmegen. Hoe hypocriet wil je het hebben? De D stond dus al die jaren al voor draai van draai 66. Een tolletje is er namelijk niks bij.
Maar met Robbie Jetten als fractievoorzitter van die partij, die ooit het intelligente midden vertegenwoordigde, is die idee weer eens veranderd. Niet meer naar democraten, niet meer naar draai, maar dom. Want als je de Europese verkiezingen wil winnen met de slogan stem D66 voor een schoon klimaat, dan ben je wel heel erg stupide. Een schoon klimaat, dat bestaat niet eens. Maar ja, net als bij alle andere religie mag je in die klimaatkerk alles roepen. En bij de gelovigen glijdt het naar binnen als een pik in een weduwe vrouw. Voor Jetten trok Alexander Pechtold aan de touwtjes. De man die zijn eigen kind niet eens herkent, die hij bij zijn minnares maakte tijdens een huwelijk. Dat zegt zo vreselijk veel over een mens. Maar wel iedereen en alles moreel de maat nemen, dat dan weer wel. Ja, dan hoeven we niet eens meer te beginnen over dat hij een penthouse in Scheveningen als cadeautje van een Canadese diplomaat accepteerde. Iets dat in het wetboek omkoping heet. Maar ja, wat hebben deze D66'ers met de wit? Ja, want ze zijn zo pedant dat die voor iedereen geldt, behalve voor hen. Zo heeft Europarlementariër Sophie in het geld, in het veld, 4 ton aan onterechte hotelvergoedingen in haar toch al diepe zakken gestoken, terwijl ze al 15 jaar gewoon in Brussel woont. En toen een journalist haar op deze corruptie wees, ontkende ze eerst, maar stortte wel heel snel een stiekem het bedrag weer terug. Fraude met Europees geld, zou D66 roepen als het om een ander ging. Maar nu heet het een administratief foutje. En dat is het probleem met eurofielen en klimaatgekkies. U moet betalen, maar verder uw mond houden. Want ze weten precies wat goed voor het volk is, maar vooral wat heel erg goed voor henzelf is. U moet zich aan de regels houden waar zij scheid aan hebben. De D van D66 staat vanaf nu voor Das war einmal. Want het is wel mooi geweest, zeg. Jongen. Nou, dat was lang niet slecht, maar ook een beetje lang, zeg. Jezus Christus, wat een lange column. Moet dat nou? Overigens kan ik u vertellen. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Daar krijg je dan opgestuurd, hè, van zo'n organisatie. Dan denk ik, maak er wat van. Is dit nou voor kut spotje? Is toch een beetje saai spotje? Ja, nou ja, als we toch over saai spotjes hebben, Jan. Steun mij via BackMe. Daar kunt u mijn strijd voor een onafhankelijk denkend Nederland steunen. Nou, oké, als je dat wil. Bij mij te gast is Sint-Lucas, politiek filosoof en schrijver. En een van de laatste stukken vond ik wel heel interessant. Die stond op tpo.nl. Ja, ging over dat Volkert van der Graaf, u kent hem vast wel als de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft gewonnen. Zit daar is natuurlijk niks van gelogen. Maar vertel nog, waarom heeft Volkert van der G gewonnen? Nou, Volkert van der G die heeft uiteindelijk gewonnen omdat al die veranderingen waar Pim voor stond, hè, Pim Fortuyn, ik denk in de kern ging het om 3 belangrijke dingen. Namelijk 1, het gevoel ja, dat de islam toch te zichtbaar werd in het straatbeeld, te veel de omgangsvormen dreigde te gaan bepalen en te domineren. Dat speelde echt wel mee in veel wijken. Daarnaast natuurlijk dat taboe was geworden om op te komen voor de Nederlandse identiteit. Dat zelfs de nationale driekleur die werd in de fascistische sfeer getrokken. Er was eigenlijk helemaal geen patriotische trots meer te vinden en mensen wilden dat weer op de agenda zetten. En tenslotte de privatisering en de globalisering en de openstelling van de grenzen. Dat alles was veel te snel gegaan en de overheid had in die tijd het gevoel voor gepaste schaal verloren. En dat waren echt de punten waar Pim voor opkwam. En als je dus kijkt naar, ja, Pim is gedood, de LPF is verbrokkeld, is ten onder gegaan in onderling gekrakeel. De PVV is gewoon buiten de orde gesteld. FVD wordt nu ook gedemoniseerd. Nou, in heel veel provinciën wordt de FVD geblokkeerd vanwege uitspraken van Baudet van 4 jaar geleden die uit de meest obscure contexten worden getrokken. En dat wordt in één keer een obstakel voor formaties. Nou, en al die zaken bij elkaar opgeteld, hè, dus al die 3 punten die ik zojuist noemde, is eigenlijk geen enkele verbetering gekomen. Is eigenlijk alles zo doorgekabbeld. De Haagse kaastolp is weer aaneengelijmd. En eigenlijk is er alleen maar continuïteit van beleid geweest. En dat stemt heel mismoedig. Ja, want hij is dus echt voor Jan Doedel gestorven. Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Als je dus echt kijkt naar wat er nou in Nederland gebeurd is. Dus laatst was er in Den Haag de Partij van de Eenheid. Die wilde daar halalstranden invoeren. Met het argument, ja, nu is de demografische bevolkingstelling van de stad is veranderd. Nu is 57% van de stad is van niet-westerse allochtone afkomst. En daarvan is 70% moslim. Dus dit argument van de bevolkingssamenstelling in gedachten nemende, wordt het dus tijd om ook deze groep te faciliteren met een halalstrand. Nou kijk, als deze mensen het dus letterlijk gooien als argument op verandering in de bevolkingssamenstelling, nou, dan ga je praten over vruchtbaarheid, ga je praten over bevolkingsverandering. Ja,
Mogen wij dat dan ook als argument gebruiken? Mogen wij het dan ook hebben over verandering in de bevolkingssamenstelling? Mogen wij er dan ook ideeën over hebben? Hè? Nou, nee, dat mag niet. Nou ja, nou, dat is dus het ding. En dat is dus door Pim, hè, door de dood van Pim, is dat in de kiem gesmoord. Want ik denk oprecht, als Pim dus premier was geworden, dan was het niet zo ver gekomen. Ja, aan de andere kant vraag ik me ook af. Ik denk dat Pim wel een aardige premier was geworden. Maar wat voor ministers had hij uiteindelijk gehad? Want ja, het is natuurlijk heel lastig om goede mensen te vinden. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de PVV. Nou, kijk, dat de PVV zat ik laatst nog over te filosoferen. En dus het ding van de PVV is dat het heel sterk gericht is op oppositie in het parlement. Maar eigenlijk heeft het geen buitenparlementair netwerk. En dat gaat dus precies terug op die nieuwe zuil waar ik het eerder over had. En dat we dus echt onszelf moeten emanciperen op het maatschappelijk middenveld. Ja, kijk, die PVV heeft in het begin natuurlijk nog wel serieus geprobeerd om mee te regeren. En om het echt nog geprobeerd om beleidsveranderingen door te voeren. Er werden echt nog serieuze doordachte beleidsstukken gepresenteerd. Maar op een gegeven moment, ja, Wilders die moest opbeuken tegen ambtenaren die gewoon weigerden om uit te voeren wat zijn input was in het coalitieakkoord van het gedoogkabinet, weet je. En hij merkte gewoon dat al zijn ideeën en al zijn inbreng gewoon werd tegengewerkt op alle fronten. Er werd afgedaan als karikaturaal of als racistisch of demoniserend. En hij sloeg gewoon eigenlijk zijn vuisten kapot op de betonnen muur van de instituties. Want die instituties die waren al ingenomen door de linkse Lange Mars. Ja, en wel aardig is dat hij achteraf kreeg hij op zijn donder dat hij weg was gelopen. Ja, als je voor Jan Doedel iets staat te gedogen, ja, waarom zou je er nog bij blijven? Maar dat betekent natuurlijk niet dat je alleen maar een soort van schreeuwpartijtje moet worden. En dat is het wel geworden. Nou ja, je hebt natuurlijk ook, kijk, dat, ik kan niet in Wilders zijn hoofd kijken in wat er in die man omgaat. Hij wordt dag en nacht beveiligd. Hij wordt daarnaast ook nog eens een keer uitgesloten van elke reële politieke invloed. Daarom? Ik vind het heel lastig om daar moreel over te oordelen. Maar wat verwacht de kiezer uiteindelijk? Toch dat er echt impact gemaakt wordt. Ja, en als je dat gewoon niet meer kan op democratische wijze, ja, dan gaat er een onderstroom koken in de samenleving. En daar kan de elite zich wel eens heel erg fout op verkijken. Hè? Dus als je echt kijkt naar de geschiedenis als historicus, dan zie je dat periodes van chaos en revolutie net zo normaal zijn als periodes van vrede en stabiliteit. En wat er dus nu dus gebeurt, is eigenlijk, ja, die bevolking, hè, die standpunten van Pim steunde, die drie punten, hè, die is eigenlijk niet gehonoreerd in al die tijd. En nee, die komt er nu ook achter dat ze dus ook nooit gehonoreerd zullen worden. Nee. Dat ze eigenlijk tot eeuwig veroordeeld zijn tot oppositie. Zullen nooit meedoen. Precies. En nou, wat is dan nog, hoe kan dit democratisch worden opgelost? Niet. Dan zijn we er toch. Wat bedoel je? Dat de wapens opgepakt moeten worden? Ja, nou, dat geeft er een moreel oordeel aan. Maar als historicus zeg ik, kijk naar de geschiedenis, weet je. Zo'n situatie kan eigenlijk nooit lang goed voortduren. Want op een gegeven moment, je wilt gewoon gehonoreerd worden. En als dat niet kan, ja, welke opties blijven er open? Of gewoon een full-blown opstand. Of je gaat zeggen, we gaan met z'n allen een nieuwe zuil opbouwen. En dat is dus eigenlijk de enige vreedzame uitweg hieruit. Ja. Alleen, dat wordt weer heel erg lastig. Ja, maar beter iets wat lastig is, maar mogelijk, dan voortkabbelen iets wat onmogelijk is en waarvan je weet bij voorbaat dat het een doodlopende weg is. Ben ik helemaal met je eens. Hey, zit nog eventjes terugkomend op Volker van der Graaf. Ik vind Volker van der Graaf ook het symbool van onze rechtsstaat. Ja, natuurlijk. Want kijk naar de mensen die hem het meest gedemoniseerd hebben. Hè. De mensen als Kok en Melkert en Rozemuller, die zijn naar de hand allemaal beloond met hele fijne, aangename baantjes waar ze een rustig, kalm en luxe leven konden leiden. Nou, uiteindelijk heeft Van der Graaf de trekker overgehaald. Nou, die is er best wel mild van afgekomen. 18 jaar, 12 jaar stond hij alweer vrij. Ja, en zelfs het enkelbandje waar Fred Teven nog voor geknokt heeft, zat dat enkelbandje mocht meteen worden doorgeknipt. En ja, jij dat uitleggen? Want je hebt dus een voorwaardelijke vrijheidsstelling. En in mijn wat dom rechtse hoofdje betekent dat je je aan voorwaarden dient te houden. Ja, maar niet als je dus gesteund wordt door de linkse Lange Mars, door de instituties. Dan hoeft dat natuurlijk niet. Ja, maar we hebben toch het wetboek. En dat is dan toch voor iedereen gelijk. Kijk maar naar Jenny Douwes. Hè. Die heeft best wel een harde duw gekregen vanwege dat hele Friesland verhaal. Dat vind ik wel grappig. Je weet niet, maar, jij hebt het niet in de gaten, maar je maakt een hele leuke grap. Maar ondertussen... heb je het gehoord? Ja, de grap. Jouw grap, hoorde je hem niet? Ja, het is toch zo? Kijk. Nee, jouw grap dat Jenny Douwes een duw heeft gekregen. Ja, maar kijk, ze is best wel hard gepakt. Nee, Douwes duw. Ja, maar dat is een beetje een flauw woordgrapje. Oh. Maar dat is niet bedoeld. Okay. Maar in ieder geval... En nu is die wil die Thierry doodschieten. Dat is er veel coulant weer afgekomen. Die weet je wel. Dat is ongelooflijk. Dus, kijk naar Sylvana Simons. Iemand had haar dan vies vuil wijf genoemd. En die persoon was dan veroordeeld daarvoor. En hoeveel dingen zijn er dan? Ja, weet je. Ik vind, is het dan wel zo transparant? Worden er niet met twee maten gemeten? Tuurlijk. Maar dat er is onderzoek naar gedaan door de AIVD en door anderen. En door onafhankelijke onderzoeksbureau. En daaruit bleek. En dat hebben eigenlijk...
Mendert Venema en andere onderzoekers zeggen eigenlijk al jaren dat extreem links nauwelijks vervolgd wordt, nauwelijks gestraft wordt, enzovoorts. Dus die rechtsstaat, die veel mensen die vertrouwen daar gewoon niet meer in. Die hebben het gevoel dat ze gewoon genaaid worden. Maar het is toch zo ook, dat is toch ook het hele rare vreemde van de Antifa. Die elke, trouwens, die elke methode van de stoermabteilung omarm heeft. Die antifascisten, die gewoon stelselmatig mensen blokkeren, demonstratierecht afnemen. Wordt allemaal gedoogd. Dat mag allemaal. Ja. En dan ga je met een paar Friezen voor een bus staan van een stelletje mafketels die een kinderfeestje willen verpesten. En dan moet je DNA afgenomen worden. Nou ja, en als wij dan zeggen dat er een linkse lange mars door de instituties is, Jan, dan worden wij als complotdenkers versleten. Ja, dan ben je gek. Ja, maar kijk, dat is het probleem. En dat is die mensen die door de bestaande platformen, door de mainstream media worden opgestuurd als, tussen aanhalingstekens, experts en deskundigen, die zeggen altijd dat is anekdotisch. Ja, dat is gewoon één incident. Maar het punt is, Jan, dit begint zo ver uit de hand te lopen dat iedereen wel iemand kent of in de familie heeft of een collega die deze shit gewoon meemaakt. Weet je, gisteren hoorde ik nog een verhaal van een dichter, gewoon een amateurdichter die naar een dichtgenootschap ging en hij had iets, een gedicht wat iets positief over Pim Fortuyn zei. Nou, er werd er heel diep gefronst en dat was eigenlijk niet de bedoeling. En een maand later had hij een gedicht gezegd waarin iets positiefs over Wilders werd gezegd. En toen werd hij niet meer uitgenodigd. En dan zou je zeggen, ja, als je dit nou in een talkshow gaat vertellen bij Matthijs van Nieuwkerk of een Deuger, ja, dan is het allemaal anekdotisch, incidenteel. Er mag er niks uit worden afgeleid en mogen er geen conclusies uit worden getrokken. Maar ondertussen heeft iedereen wel dit soort voorbeelden in zijn leven meegemaakt. Dus dat afdoen van die zogenaamde experts als anekdotisch, Dat werkt niet meer. We hebben dus kunnen voorbeelden stapelen van dingen die gewoon niet te billijken zijn, Jan. Nee, maar dat begrijp ik goed. Ik ben laatst veroordeeld omdat ik mezelf verdedigde tegen een groep mensen die mij aanviel. En die rechter die keek mij aan, waren natuurlijk allemaal vrouwen. Vrouwelijke. En die heeft het OM, een vrouw, die eiste de allerhoogste straf, terwijl ik gewoon geen strafblad heb. En me bewezen heb verweerd. En de rechter die nam de allerhoogste straf over. En dat was het. Dat je denkt, maar wat had ik dan moeten doen? Had ik me in elkaar moeten laten schoppen? Ja, blijkbaar. Ja, want je moet de andere wang toekeren, want je bent een foute blanke man. Ja, nee, maar goed. Jij staat aan de foute kant van de geschiedenis en het is 2019. Dat heeft me echt wel een knauw opgeleverd ten aanzien van mijn kijk op de rechtsstaat. En die was al niet zo best. Maar dat je echt denkt, maar ieder ander was niet op deze manier veroordeeld. Als ik iemand anders was geweest, had ik niet de hoogste straf gekregen voor mezelf verdedigen. Ja, maar dat is ook een van de positieve punten van Volkert. In die zin dat hij dus steeds maar processen voert tegen alles. Tegen de Telegraaf, tegen de rechtsstaat. Dat stoot zoveel mensen tegen de haren in. En dat maakt onbewust het draagvlak voor langere straffen toch groter. Ja, en net hetzelfde als resocialiseren. Hè? Hoeveel meisjes zijn niet verkracht en vermoord? Ja, volgens mij Bert Brussen van de TPO, die houdt dat helemaal perfect bij. Wanneer er weer een of andere debiel die nooit vrij had mogen komen, toch vrij is gekomen, iemand neersteekt en dat het weer gerapporteerd wordt. Ja, dat is het mooie aan zo'n website als de TPO. Dat houdt het allemaal goed bij. En in de mainstream media hoor je er weinig over. Om nog eens een keer terug naar dat voorbeeld van die ongelijke behandeling. Dus Pegida, wat je er ook van vindt, die ging demonstreren tegen moskeeën. Nou, er kwamen heel veel boze moslims, die hebben heel veel dingen gesloopt. En vervolgens werd het in de krant geframed als geweld door demonstratie, schade aangericht door demonstratie. Maar het was geweld dat door de tegendemonstranten was. Maar dat komt niet in de krant, dat lees je gewoon Ik niet. Was bij die demonstratie van Pegida in Amsterdam, de eerste. En ik heb niet zo heel veel met Pegida. Ik ben wel tegen de islamisering, et cetera. Maar er zit ook natuurlijk een steltje koekenbakkers bij waar ik echt helemaal niks mee te maken wil hebben. Enfin, ik ging daarheen voor geen stijl toen de tijd om er een leuke reportage over te maken. Wat ik toen heb gezien, dat is niet te geloven. Wat heb je gezien, Jan? Nou, de linkse gekkies die hadden een bijeenkomstdemonstratie bij elkaar. Dat liep allemaal hartstikke leuk, niks aan de hand. Ging helemaal hartstikke goed. Ik kwam eraan, toen ben ik daar zo'n beetje weggeschopt. Heel veel fysiek aangevallen, gewoon als verslaggever. Dat je denkt, oké. Toen ging ik naar Pegida aan de andere kant. Die stonden te demonstreren. Toen kwam al dat linkse tuig, kwam daarheen om gewoon te vechten. En te schelden en te schreeuwen. Terwijl dat helemaal niet mag. De politie moet dat voorkomen. Mm-hmm. Die voorkwam dat helemaal niet. Dus die linkse gekken, die staan daar te demonstreren. Kan allemaal niks aan de hand. Niemand gaat daarheen om de boel te verstoren. En op het moment dat de Pegida gaat demonstreren, mogen al die linksagressieve antifascisten daarheen om gewoon te vechten, orde te verstoren, dingen te gooien, te dreigen. De politie doet niks. Dat je denkt, maar hier is demonstratierecht in het geding. En uiteindelijk werden die paar Pegida-mensen met een bus afgevoerd omdat hun veiligheid niet meer te garanderen was door de politie.
En Antifa stond dat feestje gewoon te vieren daar. En dat je denkt, dit betekent dus dat sommige mensen wel rechten hebben en sommige mensen niet. En dan gaan we toch naar artikel 1, politieke gezindheid. Dan word je dus gewoon gediscrimineerd. En dat is dus continu gaande. De rechtsstaat is één ding, openbaar ministerie is één ding, maar ook zeg maar de uitvoerders, de politie, worden dusdanig aangestuurd dat zij de ene wel pakken en de ander niet. Ja, dan hebben we een groot probleem. Nou, als dat is het geval is, Jan, is echt de enige oplossing om een eigen zuil te bouwen die dit bevolkingsdeel wat niet gelijk behandeld wordt, weerbaar en weerbaar maakt en emancipeert. Ja, door gewoon bijeen te komen. We hebben nou een stichting opgericht die heet De Nieuwe Zuil. Daar houden we events mee. We hadden laatst een heel mooi event met Arno Wellens en Sander Boon. Het ging over de opkomst van de gele hesjes tegen de achtergrond van de euro en het ECB-beleid. We hebben allemaal bijeenkomsten gedaan. Ook een keer in Rotterdam met Paul Cultuur hebben we gedaan. En we hebben allemaal experts nu aan ons verbonden. En dat is hoe we doen. Gewoon mensen bijeenbrengen uit alle lagen, alle klassen. Er zijn schilders bij uit Volendam. Er zijn programmeurs. Er zijn mensen in de financiële wereld. Ja, maar wat ga je doen dan? Ja, wij gaan samenkomen. We gaan samen netwerken vormen. En dan gaan we, hoe meer mensen erbij komen, hoe meer slagkracht we hebben, hoe meer we kunnen doen. We werken nu met vrijwilligers. We willen dus gewoon nieuwe vriendschappen doen ontstaan. Nieuwe zakelijke netwerken. Gewoon echt de zaden leggen van nieuwe connecties. En zo kunnen we langzaam eigen bedrijven opbouwen. Wie weet, eigen scholen gaan stichten. Eigen bladen. Het begin maken van eigen nieuwsmedia. Precies als jij al doet, Jan. Hè? Dus jij bedient ook dit segment van de bevolking met jouw podcast. En dit is hoe het moet gebeuren. Het moet vanuit de grassroots moet het opstijgen. En langzaam eigen instituties gaan opkweken. Want de bestaande instituties, daar zijn we achter. Ja, die zijn eigenlijk meer en meer verloren. Daar zou met een dikke bezem doorgeveegd moeten worden. Maar ja, iedere keer als iemand dat wil doen, dan wordt er weer geroepen, ja, complotdenken. Nou, dus moet het maar vanuit de mensen zijn die het al zien. Die mensen die waarde hechten gewoon aan een Nederland waar iedereen zijn mening kan geven. Geen consequenties, geen negativiteit, maar gewoon vrij denken. Dat moet gewoon vanuit de grassroots, vanuit de haarvaten van de samenleving opkomen. Dat is grappig is dat het eigenlijk allemaal hartstikke links is. Wat ik en ook jij zeg van iedereen moet zijn mening hebben en dat veilig kunnen doen. Dat was vroeger links. Ja, maar links doet het toch niet meer? Kijk, links is zelf het nieuwe establishment geworden. Zo terug. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de macht gemonopoliseerd. En ze zijn zelf in die enclave gaan zitten wonen. Ze hebben ook echt alle raakvlakken verloren. Kijk, als iemand van de SP tegen je zegt, zit, jij moet mij leren om de taal van het volk te spreken. Hè? Ja, nou dan weet je toch hoe de vlag erbij hangt, Jan. Ja, en net of jij de taal van het volk spreekt. Ja, dat weet ik dus niet. Maar nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je daar veel te filosofisch en wollig praat. En dat is niet beledigend bedoeld, maar de taal van het volk, dat is niet zo intelligent als jij. Ja, maar dat is dus de grote tragiek van mijn leven. Dat is echt tragisch, Jan. Want toen ik dus in de politiek zat, werd altijd gezegd, zit, je doet het gewoon goed. Hè? Je komt goed belezen, je bent scherp op het debat. En je weet precies wat je denkt. Je kan het ook wel goed in woorden vatten, maar het is toch wat te abstract. Het is toch wat te filosofisch, wat te academisch. Ja. Ja, maar toen zat ik dus in die academische wereld. Nou, mijn PhD gehaald. Hè? Mijn promotor zegt, zit, je hebt echt talent. Je bent een heel scherp denker. Je bent heel belezen. Alleen ja, het is toch allemaal net wat te direct geformuleerd. Het is toch allemaal wat de volks zit. Hè? Je bent eigenlijk wat een beetje ruw bos. Daar ben je een beetje. Dus eigenlijk moet je de politiek in. Daar zou je veel meer tot je recht komen. En uiteindelijk ben ik gewoon tussen wal en schip gevallen. En denk van, ja, what the fuck is dit voor een kutsysteem? Ja, dat is ook een kutsysteem. Ik word bijvoorbeeld weer vaak te volks gezien. Terwijl ik helemaal niet per definitie heel volks ben. Vind je wel volks, Jan? Ik vind jou echt, noem eens een volkse opinie, maar ik denk meteen bam, Jan Roos. Dat is hem. Ja, dat is wel zo. Maar ik ben niet per definitie, ik kom gewoon uit een monocultureel, laten we zeggen, middenhoog segment volkskrantlezers, VPRO-gids, familie. Ah, dit is heel boeiend, Jan. Dit is echt boeiend, want kijk, iemand zei dus ook tegen mij van, ja, maar Sid, hoe kan dat nou? Hè? Kijk maar naar die Zini Özdil. Hoe kan hij nou sympathie voor jou hebben, Sid? Want hij is het wel afgrondelijk met je oneens. Maar hij vindt je kennelijk wel een sympathieke gast en wil met je op de foto. Waarom? En ik denk dat het hier mee te maken heeft. Dus als je eens kijkt naar mijn eigen achtergrond. Hè, dus mijn ouders werken in de bouw. Mijn hele familie werkt in de bouw. Volgens mij heb ik nog twee neven. En ik heb een heel grote familie die een master hebben. Maar voor de rest, bijna iedereen werkt gewoon met zijn handen. Hè? Mijn oom was tuinder en mijn opa was duivenmelker. Mijn opa was tuinder en mijn andere opa was duivenmelker en zo. En ik ben dus echt iemand die helemaal opgeknokt heeft door al die lagen heen, van al die instituties, helemaal omhoog gevochten heeft. En ook veel met tegenwerking te maken heeft gehad. En ik denk dat iemand als een Özdil zich daarin kan herkennen. En gewoon dit aspect van gezeik op de universiteit en moeilijk doen en
tegenwoordig werkt op allemaal criteria. Of het nou afkomst is, of dat het nou klasse is. Of misschien de net niet genoeg subtiel verfijnde manier waarop je je woorden uitdrukt. En ja. dat je recht door zee bent. Allemaal dat soort subtiele... Niet de goede vrienden. Ja, precies. En daar herkennen mensen zich in, Jan. En dat is toch wel de authenticiteit van mijn strijd. Ja, maar kan je wat vertellen? Ik heb eigenlijk het tegenovergestelde. Ik kom dus uit een redelijk progressief klimaat waar alles leuk en goed is. Waar mensen zeggen, ja, multiculturele samenleving is helemaal fantastisch. Want die hebben we hier namelijk niet. Weet je wel? Ik kom een beetje uit zo'n hoek. En toen ik dus volgens mij op mijn 12e al rechts uit de hoek kwam. Dat ze dacht, wat is het? Is hij hard op zijn hoofd gevallen? Maar dat gaat al wel over dan, dachten ze dan. En ik ben dus de vreemde eend in de bijt, omdat ik niet links ben. En dan word je trouwens, ook in alles tegengewerkt. Van, ja, we gaan het niet over politiek hebben hoor vandaag, want Jan is erbij. familie ineens. Jongens, niet over politiek, want dan begint Jan weer. En weet je, dus dat de eenzijdigheid, die heb je aan van alle kanten natuurlijk. En ik begrijp het niet. Want die mensen, ja, jij met je rare stellingen en meningen. Dan denk ik, nou, het enige wat ik zeg is dat je iedereen een kans moet geven om die mening te geven. Absoluut. En dat is nou, hoe fucking hippie wil je het hebben? Ik ben gewoon een hippie. Ja, en dan zeggen jullie, ja, je bent een fascist. En dan zeg ik, fascist, ja. Maar jij wilde voorkomen dat ik mijn mening geef. Ja. En ik ben een fascist. Nou, ik zal je vertellen. Ik zat vanochtend dus een boek te lezen wat ik gekregen had van een goede vriend van mij. En het boek was van Theo Kars. En dat is een soort levensfilosoof, een beetje ja, vreemde eet in de bijt. En dat ging over het boek. Dat ging over een Romeinse man. Een beetje de tijd dat het christendom net opkwam in Rome. En hij was eigenlijk tegen het christendom. Want hij zegt, ja, je moet genieten in deze tijd. En je moet belonen en straffen in je leven zelf. En je moet niet uitgaan van een leven naar de dood. Want dan verspil je eigenlijk je leven. Dat was eigenlijk de boodschap van het boek. En Theo Kars zei van, ja, ik had een vertaling van het boek gelezen. Maar er werd heel veel in gecensureerd. Dus ook bijvoorbeeld het feit dat die man ervoor koos om zichzelf te doden. Toen hij uit de gratie was gevallen bij de keizer. En dat hij een zelfmoord verkoos boven te dood veroordeeld worden. Dat soort typisch niet-christelijke dingen is uit het boek weggefilterd. Het is gewoon geschrapt. Die vertaling is gewoon gecensureerd. Dus dat schreef Theo Kars. En ik denk dat dit gewoon een heel oude vertaling was. Ergens van rond 1900 of zo van het boek. En dan denk ik van, ja, maar dat is dus wat eigenlijk de christelijke elite toen deed. Hè? In de KVP en de CRP en ga ze maar door. Hè? Dus echt, ja, die christelijke, kerkelijke, confessionele elite waar die jaren 60 hippies tegen in opstand zijn gekomen met de flower power tijd. Hè, om die censuur te doorbreken en over, vrij over seksualiteit te kunnen praten en zo. Maar wat er dus nu, ik las dat en ik denk, what the fuck? Ja, want kijk maar naar iets wat... Weer. Precies, zo iemand als Paul Joseph Watson die van de Facebook wordt geschopt. En ga zo maar door. En wat dat allemaal aan het halen. En Jan van de Beek van de Twitter gekikt. Nijman van de Twitter gekikt. Weet je hoe dat is die links-regressieve elite. Hè, die is precies hetzelfde gedrag gaan vertonen. Dat puriteinse, dat deugen, dat alles wegzetten. Als, oh, dit is te slecht voor het volk. Als het volk dit gaat lezen, dan loopt dit uit de hand. Dan gaan ze op wilde stemmen en zo. Dus dat wegzuiveren, dat willen beheersen van het denken. Dat is wat links is gaan doen. Dus ja, maar ze zijn precies dat geworden wat ze vroeger hebben bestreden. Shit, en dat is dus waar deze volksopiniemaker de metafoor altijd gebruikt. Over de Afrikaanse rebellenleider die vecht tegen de dictator. Het is altijd hetzelfde. Daar in een bosje met z'n allen. We gaan de dictator doodschieten en dan maken we een democratie. Totdat het gebeurt. En dan gaat hij op die troon zitten en denkt hij, dit zit best wel lekker. En dan is de volgende dictator. En dan zit de volgende rebellenrijder zit al in het bosje. En op het moment dat hij die dictator verslagen heeft, gaat hij weer op die troon zitten. Dat is wat er nu gebeurt. Dat zie je dus nu gebeuren. Ik las vandaag ook. Er was dan een plaatselijk krantje. En alle redacteurs zijn opgestapt. Want die mochten niet schrijven over het asielzoekerscentrum wat er komt. En wat voor negatieve gevoelens dat opwekt daar in die gemeenschap. Daar mochten ze niet over schrijven. Het is Nederland! Het is Nederland. Ja, jongens, er komen een asielzoekerscentrum. Komt er een heleboel gezeik mee, maar daar gaan we niet over schrijven. Want we gaan het volk niet inlichten. Want voor je het weet gaan ze straks rechts stemmen. Maar er was toch ook een bericht van de NPO van een jaar geleden. Zegt ze, ja, het antisemitisme in Frankrijk is opgekomen en er is een verband met de letterlijke islam. Nou, dat is een bericht van een jaar geleden. Vandaag, een week deze geleden. Week, ja. Ja, jij kent het bericht, Jan. Er werd dus gezegd, ja, er is antisemitisme opgekomen in Europa, maar de verklaring is onbekend. What the fuck, dit is gewoon dubbeldenk. Dit is gewoon George Orwell. Zijn we ooit met Eurasie in oorlog geweest? Nee, we zijn nooit met Eurasie in oorlog geweest. Dus gewoon vergeten wat je wist en vervolgens vergeten dat je het bent vergeten. Ja, maar ik vind het wel grappig. Ja, nee, maar antisemitisme, hoe kan dat nou toch? Nog even een korte over complotdenken gesproken waar je net over begon. Denk je dat die
Dat Volkert van der Graaf, die moord echt helemaal gewoon in zijn eentje. Helemaal gewoon een beetje rare GroenLinks gekkie. Dacht ik, vermoord hem gewoon en dat was het dan. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik bedoel, je kan er allemaal dingen achter gaan zoeken. Maar ik denk, als het echt een complot is, ja, dan is het zo goed opgezet dat je nooit meer de waarheid zult achterhalen. Dus we kunnen er net zo goed van uitgaan dat hij inderdaad gewoon een linksgekkie was die dat op individuele eigen houtje heeft gedaan. En daarna lekker in de watten gelegd door de overheid. Geen idee. Durf er niks over te zeggen. Misschien is hij wel echt een zeloot dat hij echt denkt dat hij dit moest doen voor de Maar dat begrijp ik wel. Maar als jij natuurlijk met 12 jaar gaat zitten en voor deze voorwaarden. Ja, maar 12 jaar is geen fuck. Dus als je kijkt naar alles wat er gebeurd is. Die gigantische veranderingen in Nederland die dus doorgevoerd zijn, die Fortuyn allemaal zou hebben kunnen blokkeren als er een significante LPF was geweest. En sowieso ook de invloed die hij had op het maatschappelijk denken, het maatschappelijk spreken, het publieke debat. Ja, die invloed is gigantisch geweest. Echt, die impact die Volkert heeft gehad is miljoenen keren groter dan die 12 jaar van zijn leven die hij dan kwijt is geraakt. Ja, nou ja, goed, hij heeft in ieder geval. Het is een strategische meesterzet geweest. Nou, zit ik praat zo over met je verder een stukje EU-besje. Want dat hebben we nog niet gedaan. Moet ook nog even gebeuren, hè? Maar we gaan even wat pluriformers doen. Want wij zijn hier namelijk helemaal niet eenzijdig. We hebben zelfs een allochtoon die hier een column heeft. Ja, want zo zijn we in deze podcast. Wat was er ook met deze podcast aan de hand? Genomineerd, hè? Genomineerd voor een prijs. Zou je niet verwachten, hè, Siri? Echt waar? Is deze podcast genomineerd voor een prijs? Ja, voor de beste podcast van dit land. Oké. Nou, ik hoop dat de mensen op je gaan stemmen, Jan. Dat hoop ik ook. Zit. Ik hoop trouwens ook dat mensen lid worden van jouw BackMe-pagina. Absoluut. Hoe heet die eigenlijk? Nou, www.sitlucas.backme.org, toch? Eigenlijk hetzelfde als jouw BackMe-pagina, alleen dan Sit Lucas in plaats van Jan Roos in het midden. Ja, dat is waar. Af, daar gaan we. Martin wil ik graag hebben. Over Sylvie Mais. Ik weet nog steeds niet wat dat wicht precies kan. Maar elke scheet uit haar heerlijke biepsje is nieuws. Nu weer omdat ze een totaal opgezwollen kop heeft. Van alle fillers en botox die ze in haar heerlijke bekkie laat spuiten. Martin zou heel graag Sylvie een keer willen fillen en dat bekkie bespuiten. Maar daar gaat het nu niet om. Mensen maakten zich druk dat er blijkbaar iets nep aan haar is. Terwijl zij gewoon helemaal nep is. En gelukkig maar. Want als je elke week de nieuwe liefde van jouw leven moet presenteren in de roddelbladen, kan je gewoon niet echt zijn. Zo ook Sylvie's poes. Want laten we eerlijk zijn. Zij verslaat zoveel kerels dat het daar drukker is dan de parkeergarage van die Bijenkorf op zaterdagochtend. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Hey Pierre, wat zie je dat te doen, man? Doe dan die podcast reclame nog eventjes. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Ja, ik praat nog even verder met Sit Lucas. Terwijl ik op staande voet mijn technische man ontsla. Want maar het laatste liedje van... Stuur je hem uit! Nee, was een grapje. De Europese verkiezingen staan dus voor de deur. Ja, zeg het maar, op wie moeten we stemmen? Nou, kijk, ik geef geen stemadvies. Dan niet. Nee, ik geef gewoon geen stemadvies, punt. Ja, iedereen moet gewoon zelf... Ik ga stemmen, dat is wel belangrijk. Sowieso stemmen. Of je links gaat stemmen, nou ja, dan luister je bij je waarschijnlijk al afgehaakt. Maar wat je ook gaat stemmen... Ga eens gewoon stemmen. Dat is superbelangrijk. En haal ook iedereen over om te gaan stemmen. Ik hoorde dat bij de vorige keer Europese verkiezingen 32% ging stemmen. Maar kijk dan wat er zat. D66 zit er met 4 zetels in het Europees parlement. Dat is groter dan de VVD. Hoe kan dat? Omdat alle mensen die dit geweldig vinden, die gaan allemaal stemmen. Ja, maar dus ook de mensen die wat kritischer zijn, moeten juist ook gaan stemmen. Maar iedereen heeft echt een mening over de EU. En dan denk je, nou ik ga niet stemmen, want ik vind het niks. Nee, dan moet je juist stemmen. Het is zo dom om niet te stemmen. Absoluut. 32% ging stemmen. Nou, dat moet. Ik vind. Overigens ben ik voor. Dat zou wel ouderwet zijn. Stemplicht. Maar wat? Ja. Gewoon. Je moet het volk gewoon raadplegen. Ja, maar kijk. En dan moet je gewoon zeggen. Je moet je vertellen. Je moet je uitspreken over het beleid wat we gaan vieren. Of voorvoeren. Ja, en het is dus zo dat veel mensen zeggen. Zit, ik ga niet stemmen. Want het is allemaal corrupt. Allemaal zakkenvullers. En ik zeg dat kan allemaal wezen. Maar je kan zeggen. Ik doe niet aan politiek. Maar politiek doet sowieso wel aan jou. Zo is het. Nou, dan vind ik nou. Je komt eindelijk ook een keer wat zin in, zat je waffel. Oké, nou, dan moet je een groot deel van deze uitzending maar gaan schrappen, Jan, ben ik bang. Wat een grapje hoor, Jezus.
Nee, maar volgende week trouwens hebben we hier Thierry Baudet en Dirk-Jan Epping als gast in de podcast. Nou. Dus we hebben de hele FVD-top. Ja. En dat gaat dus over de Europese verkiezingen. Maar nu is het wel belangrijk om nog iets te melden. Oh. Want eigenlijk nog ver voordat Thierry Baudet en Dirk-Jan Epping elkaar kenden, of in ieder geval in contact waren, heb ik dus een boek geschreven. Dat heet Avondland en Identiteit. En dat is in 2015 uitgegeven. En dan heb ik een voorwoord is daarin van Thierry Baudet. En een nawoord is erin van Dirk-Jan Epping. Nou ja. En er zit ook nog eens een keer een foto van Mark Rutte met het boek in. He, dus het is eigenlijk mijn debuutboek. En het heeft dus een foto van de huidige premier. En ook met een grote kans dat het een voorwoord heeft van de toekomstige premier. Ongelooflijk. Ja. Ja, nou, in ieder geval, profetisch bijna. Hè? Baudet die komt hier samen met de Europese lijsttrekker Dirk-Jan Epping volgende week. Hartstikke leuk. Daar gaan we natuurlijk hebben over de EU. Heeft Thierry jou nog niet gevraagd trouwens? Nee. Oh, raar. Dat had ik wel verwacht. Nou, jij kent hem beter dan ik misschien. Ja, ik ken hem redelijk. Ik zie hem af en toe. Ik vind op zich dat hij als politicus heel erg gegroeid is. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk een poging gedaan met VNL, omdat ik vond dat er wat moest veranderen. Dat Thierry dat nu doet, want het is precies dezelfde vijver, ben ik heel erg blij mee. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik er zo naar kijk, weet ik niet of ik dat leven zo had willen leven. Maar ik vind dat ze het goed doen. Ik vind dat ze ja, maar ook, ze zijn totaal niet lui. Ze zijn heel erg gedreven. Gaan het hele land in. Ik vind bijvoorbeeld dat ze zo'n interne situatie als met Henk Otten. Dat vind ik vrij volwassen opgelost, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat vind ik heel interessant. Want ik had dus mijn eigen analyse daarover. En uiteindelijk is het toch wat anders gelopen. Kijk, toen Henk Otten in de NRC kwam met dat interview, denk ik van ja, dit is wel heel lastig. Want nu ga je je eigen fractieleider bekritiseren in de krant. En dan kunnen er eigenlijk met drie dingen gebeuren. Namelijk of Henk Otten wordt eruit gekikt, of Thierry treedt af en er komt een coup. Of Thierry gaat een toontje lager zingen en gaat een andere taal gebruiken. En gaat minder erudiet, minder filosofisch spreken. Terwijl dat nu juist de unique selling point is van FVD. En had ik meer het idee dat Henk Otten, op dat moment in die krant althans, in dat interview, zoals het interview werd opgeschreven, dat hij meer van FVD en meer VNL had willen maken. Dus gewoon eigenlijk een fiscaal conservatieve partij met weinig visie. Hey! Nou, Jan, dat gezegd hebben we. Maar dat laat ik even liggen. Maar dat kan ze eigenlijk maar. Maar nu is maar al die drie dingen, al die drie uitgangspunten die er dan zouden gebeuren, zouden de macht van de media boven de FVD bewijzen. Want je gaat jezelf aanpassen, je gaat een interne verandering doorvoeren vanwege iets wat er in de media speelt. En dat is eigenlijk net als een afperser. Als je die afperser één keer betaalt, dan blijft die komen en dan blijft die je dwingen tot nieuwe stortingen. En eigenlijk moet je het een beetje vergelijken dan met POA, hè, met de pick-up artist. Dus stel je bent met een vrouw in gesprek en het is... Ja, eigenlijk het gesprek loopt een beetje verkeerd. En je kan merken dat je iets verkeerd hebt gezegd, of die vrouw heeft een verkeerde stemming. En eigenlijk alles wat je doet, maakt het gesprek alleen maar slechter. Dus probeer het ironisch te doen, valt niet goed. Probeer een grapje te maken. Dan probeer je juist serieus te worden, of heel erg gepassioneerd en niks helpt. En dat wordt alleen maar kutter. En dan moet je hopen op dat moment dat eigenlijk iemand laat een wijnfles vallen en alles spat alle kanten op, of de tafel valt om, er breekt een kroeggevecht uit, iemand begint op tafel te dansen. Eigenlijk de hele situatie moet eigenlijk omslaan. En dan heb je een kans om een soort restart te maken en het gesprek toch een goede kant op te sturen. Of zo van, dat je met die vrouw bijvoorbeeld een taxi moet nemen of wat dan ook. En dat het allemaal weer toch weer gezellig wordt. Dus eigenlijk, ja, wordt toch neuken. Precies. Dus eigenlijk had er wat moeten gebeuren. Een gigantisch dus iets had moeten gebeuren, wat het hele frame veranderde, waardoor niemand het meer had over het interview van Henk Otten. Dat is eigenlijk al een soort totale gamechanger op dat moment moeten plaatsvinden. En alleen dan had je eigenlijk toch een beetje bewijs dat de media uiteindelijk bepaalt. Maar wat wil je nou zeggen? Want wat is er nou gebeurd dan? Ja, nou uiteindelijk is Henk Otten heeft dus genoegen genomen met de positie in de Senaat. En ik ben benieuwd wat dat nou betekent. Of Paul Cliteur nou wel of niet fractie zal worden in de Senaat. Dat is ook een beetje langs mij heen gegaan. Ik ben erg druk geweest. Hij neemt het wel op. Ja? Cliteur gaat het wel doen. Ja, ja, die Otten die kan nog eventjes corvée gaan draaien een tijdje. Ja, ik ken hem niet goed. Hij dacht dat hij de baas was. Hij dacht dat hij... Ik vond het als zich, vond ik zijn... want ik dacht, ik dacht namelijk dat het best wel een meesterzet was. Ik dacht namelijk dat het gecoördineerd was. Dat hij zei van de wat gewonere mensen die dat filosofische van Baudet niet helemaal trekken of niet helemaal snappen, die zijn bij ons ook welkom. Ja, zo had je zeker kunnen interpreteren. Zo had ik altijd gedacht. Dus ik heb ook gestuurd naar die Otter van, dat doe je goed. Dat is
dat over nagedacht was. Maar wist ik dat die twee niet met elkaar communiceren. Dat had ik niet verwacht. Overigens, zei je nou net dat VNL mijn oud-partij geen visie had net? Nou, laat ik het zo formuleren. Ik was natuurlijk, maar kijk, het probleem is altijd dat ik veel wil vertellen. Dat ik veel wil vertellen in weinig tijd. Ja, dan moet je wel eens een beetje korter de bocht zijn. Dus eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen is niet dat VNL geen visie had. Maar wel dat Baudet er meer flair aangeeft. Dat hij het flamboyanter weet te maken. Zeker. Dat hij het in een literair formaat weet te gieten. Wat nieuw en aansprekend is. Nee, maar de VNL was gewoon een volksrechtse partij. Ja. En dit is wat hoogdravender. Mm-hmm. En dat vind ik het leuke eraan. Maar ook wel eens vermoeiend. Nou, ze zullen wel veel kiezers erop reageren. Maar overigens ik stem er wel op, hoor. Want ik heb geen keus. Want op het partijkartel stem ik niet. En de PVV heeft in de EU echt geen kloten bereikt en gedaan. En die steken ook gewoon al die centen, net als Sofie, in het veld in de zak. Ja, maar je moet wel hopen. Dus nu heeft Klaas Dijkhoff dus bij de VVD toch het idee is komen indalen dat er een interne discussie moet komen. Hou op over de Klaas Dijkhoff en de VVD. Ik ben toch benieuwd. Ja, maar ik denk toch dat het in is gedaald. Kijk, Rutte is ook niet meer eeuwig. Dus er moet daar ook een beweging komen, een visie komen. Ja, joh, maar ik vind het wel goed, joh, met die VVD. In verkiezingstijd gaan ze altijd opeens een beetje weglullen. Maar ik snap je defaitisme natuurlijk. Hè, en ook eens, als je kijkt naar hoe de partij de afgelopen 10 jaar is vormgegeven, inderdaad. En dat dus echt die klassiek liberale middenklasse, die is niet goed bediend. Daar ben ik zeker met je eens. Maar dat visiestuk van die Dijkhoff, daar zit toch wel wat interessante punten in. Zeker, dat is het ook. Maar is het waar? Want je kan ook gewoon weer verkiezingsstunt zijn. Ja, en dan zeggen we dus eerst zien dan geloven. Nou goed, de huidige EU, daar ben je natuurlijk ook niet per definitie voorstander van. Omdat het natuurlijk, het is niet best. Nee, als je ook kijkt naar hoe de EU, die worstelt natuurlijk met een heleboel interne verdeeldheid. Hè? Dus als je dus ook kijkt naar hoe dat met Polen is opgepakt. Die discussie. Voorbeeldje. Ik was dus laatst ook bullshit. Maar ik was een jaar geleden in Polen. En dan raakte ik met een taxichauffeur in discussie. En die taxichauffeur die begon dus over zijn eigen regering heel erg aan te vallen. Hè? Want er gebeurt dus niet democratisch. En er is een grondwetshervorming. En er zijn politiek benoemde rechters. En politieke benoemingen zijn fout. En dan vroeg ik die taxichauffeur van ja, maar ik hoor u zo bezield over politiek praten. Maar bent u het dan eens met Frans Timmermans die inderdaad de kritiek heeft op Polen dat het hervormen van die politieke benoemingen van die rechters, dat het een foute boel is? En dan zei hij, ja, daar ben ik absoluut met Timmermans eens. Ik zeg, oké, maar weet je dan, in Nederland, onze burgemeesters, ik heb een keer een burgemeesterbenoeming meegemaakt, maar dat is ook niet echt transparant hoe dat er aan toe gaat. Nee, man. Ook niet echt democratisch eigenlijk. Want er is dan een commissietje en die krijgt advies van de commissaris van de Koning. En daar worden dan rapporten opgeschreven. En daar moet je het dan maar mee doen. En dat zijn echt behoorlijk obscure berichten. En dan heb je toch eens de commissaris van de Koning. Maar ook neem het Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, nou, Raad van State, gaan we door. Absoluut. En absoluut Raad van State, hele goede. Maar ook bijvoorbeeld het Comité van de Regio's. Hè? Wie ons vertegenwoordigt in het Comité van de Regio's in Brussel. Ja, dat wordt ook maar bepaald door het VNG. Wat ook gewoon een private lobbyclub van gemeenten is. En dat zijn allemaal politieke benoemingen waar geen enkele democratische inspraak op is. En toen ik dat tegen die taxichauffeur zei, zei, dan moet ik me nog even achter de oren krabben. Want dit wist ik dus niet. Nee. En daarbij, laten we eerlijk zijn, de eerste rechter die openlijk ervoor uitkomt dat die PVV of Vorm voor Democratie stemt, die is er nog niet geweest. En de rest is allemaal D66 GroenLinks, weet je wel. Dus we kunnen wel zeggen, ja, politieke benoemingen. De hele rechtspraak is hier in de handen van dezelfde club. Jij zegt het, Jan. Dat klopt, dat heb je goed gehoord. Hey, D66, dat moest ik ook weer lachen. Die wil dus ons lidmaatschap aan de EU in de grondwet verankeren in Nederland. Maar hoe gek ben je dan? Tja. Kijk, dit is een beetje ook mijn analyse. Waar komen al die gekke ideetjes nou vandaan? Kijk, dat is ook een beetje de dood van links en waarom ze steeds hysterischer radicaliseren. Eigenlijk hebben ze het laten vallen. En dus links is zelf mede verantwoordelijk geweest voor de globalisering en de internationalisering. En dus in het begin was het een beetje arbeiders alle landen verenigd u. Maar later ging het al heel snel met Kok en Blair, die ook gewoon meegingen met de privatisering. Die ook gewoon meegingen met de bonuscultuur enzovoort. Dus ja, eigenlijk heeft links, op het, wat ik al zei, ze hebben dus eigenlijk milieu, onderwijs, zorg, cultuur, dat hebben ze gemonopoliseerd. Maar in feite is de economie is toch een beetje meer de, ja, oké, de overheid nog steeds een aanzienlijk deel van het BNP. Meer dan de helft van ons BNP is overheid bijna. Maar het ding is wel dat de rechts die economie eigenlijk gestuurd heeft, hervormd heeft naar meer flexibilisering, meer privatisering, bonuscultuur. En dat breekt links nu op. Want eigenlijk kunnen ze hun arbeiders niks meer bieden. Ze kunnen hun arbeider eigenlijk niks meer bieden.
Behalve dan verhaaltje over migratie en inclusiviteit en genderneutrale toiletten. En dus ook dit soort symbolische issues als veranderen een Europese... ja, Europese legt dat in de grondwet. Het zijn allemaal symbolische veranderingen omdat ze de greep op de economie eigenlijk kwijt zijn geraakt. Dus praten ze over dingen als inclusivity enzovoorts. Ja, en dan wat ik het ergste vind, of eigenlijk het engste vind, is dat je dus D66, wat ik dus zeg maar echt het hoofd van het kwaad vind ten aanzien van de Europese Unie, die wil dus dat we de lidmaatschap aan de EU in de grondwet plaatsen, zodat we er nooit meer uit kunnen. Dat vind ik vrij eng, zeker voor een club die zich nog steeds Democraten 66 noemt. En die willen dan ook gelijk een Europees leger. En dan denk ik, dan zijn we echt de lul. Want dan is het gewoon, als het gestuurd wordt, gewoon het EU-leger naar opstandelingen gestuurd. Dan krijgen we een beetje het Asterix Obelix verhaaltje van dorpjes die zich niet laten innemen door de EU-leger. Dat kan alleen maar misgaan. Ja, maar dat vind ik dus een heel lastige discussie. Ik had toevallig een gesprek over met een Kamerlid. En dan was het ook het idee van, hoe zit dat dan met Europa en zo? En die persoon die geloof je echt de NAVO werd dan geroepen. Maar kijk, de NAVO is natuurlijk een instrument voor een bipolaire wereldorde. En wij zitten ondertussen in een multipolaire wereldorde. En met de NAVO zit je ook vast aan Turkije. Hè? En nou, toen kwam de discussie op Rusland. En Rusland was verschrikkelijk. En het innemen van de Krim was verschrikkelijk. Ah, gaat op, wat een gelul. Ja, maar dan denk ik dus, in de NAVO zit Turkije. En Turkije heeft nog altijd de bezetting van Cyprus. En dat erkent ook niemand. Dat is ook gewoon een militaire koep. En niet alleen dat. En de steun aan IS. En de Koerden. En de Armeniërs. En de christenen. En de hele ting. Dat Turkije binnen de NAVO zit, is echt belachelijk. En dat de EU ook nog nooit heeft gezegd van, we stoppen gewoon met de Turken erbij halen. Gaan miljarden per jaar heen naar die gasten om ze EU klaar te maken. Donderen. Ja, en ze hebben dus eigenlijk alle voordelen eigenlijk al. Behalve dan het visumvrije reizen. Maar behalve dat hebben ze alle voordelen van het lidmaatschap van de EU. Maar ze delen helemaal niet in de kosten ervan. Nee, ja, oké, een beetje migratie opvangen. Maar daar krijgen ze ook heel veel geld voor. Dus. Nou, het is bezopen. Hey, ben je voor een Nexit? Lastig. Ik zou niet nu zeggen onderdacht Nexit, want ja, dus het hangt heel veel aan vast. Lijkt mij ook niet een goed idee. Maar, ik zou zeggen EU hervormen. Kijk, ja, precies. Ja. Maar de vraag hoe of wat is het mogelijk? Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar dat links lange mars instituut zit zo diep in het DNA van de EU. Is het eigenlijk wel realistisch om het dan te Nexitten? Ja, misschien moet je Nexit maar gewoon nemen dan om ze een beetje als stok achter de deur of zo. Om die gasten een keertje bang te maken van, gasten, ga eens een keer naar dat volk luisteren, joh. Weet je? Ik denk dat daar echt meerwaarde zit. En ik ben ook benieuwd naar wat die nieuwe Europese Commissie gaat doen. Ik ben eigenlijk bang dat er een hele grote, ja, wat we dan een beetje badinerend populisten noemen, maar laten we het zeggen, nationaal-conservatieve golf gaat komen. En dat die ook allemaal buitenspel gezet gaat worden. Dat het een beetje winner takes all, meerderheid plus één verhaaltje gaat worden in de democratie. En dat vind ik wel heel gevaarlijk. Dat vind ik echt heel gevaarlijk. Sint-Lucas, dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor de uitnodiging, Jan. Ik vond het heel gezellig. Oh ja, nou, dat is ook niet zo gek, want dit is namelijk een podcast die genomineerd is voor... Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. En steun ons via BackMe. Sint-Lucas met dubbel K, dubbel S. Zo is dat. Sint-Lucas, dankjewel. We gaan nog even een potje naneuken. Duurt niet langer, want ik ben kapot. Oh, de naneuk. Ja, dankjewel voor het luisteren naar Echte Jan. Wil je helpen deze uitzendingen mogelijk te maken? Steun me dan op janroos.backme.org. janroos.backme.org. En doneer voor deze wekelijkse verwenderij. En je kan natuurlijk ook naar sitlucassen.backme.org. Om hem te steunen in zijn verwenderij. Ja, ze had toch? Volgende week hebben we hier twee gasten. Namelijk Thierry Baudet en de Europese lijsttrekker van het Forum voor Democratie. Dirk Jan Epping. Dus tot volgende week. En voor nu alvast Echte Jan verzamelen. Nou, dag. Oh, de naneuk. Ja. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl.